Go. Go? Go. Dag burgemeester Wassenaar en meer van der S. Kenneth van Sam, Valentijn van Dijk, Jan Kondelen, Wem, Jongwaars, ze ben er allemaal. Ja, de Kali. Oh ja, de Kali is er ook, ja, Kali. Kali, dat is Kalkemoorse Peter zeker, denk Kali. En Bootje Dijkman is er ook. Meldies. En Henkie. En Wim, de Formule 1, nummer 1. Ja hoor. Ja. Zeker maar, ja. Ruben. Gelijk even ter zake. Ja, vertel. Ruben heeft me van week nog even gebeld. Ik moest even de laatste update ook even delen in de stream. Ja. Maar Ruben is laatst weer in Utrecht geweest voor controle. En het was rustig. Gelukkig. Goed, ja. Gelukkig. Niet gegroeid, alles fijn. Kalm. Mooi. Blij. Ja. Ja, dan wordt het een fijne avond. Ja, toch? Ja, dan hebben we een pak van mijn hart. Nou. Inderdaad. Ja. Maar heb je woensdag nog gezien? Oeh, is dat positief? Ik heb die niet zien, hè, Mus. Nee, ik heb die wel gehoord. Ik ook, ja. We met Bel doen, hè? Ja. Ja. Nou, burgemeester Wassenaar, hey, mijn naam is Groen. Aan wie heb ik dat te danken? Ja, doe bist vorige week volgens mij een keer gegifted van, dat zie Eddie ik Holmes. Niet nee, geen idee van wie. Ik ken eens even gluren, hè. Mark 96. Film. Ja, Mark 96 heeft jou vorige week gegifted, Wassenaar. Ja. Oh, Wilma. Kwam je mij tegen bij de Albert Heijn? Ja. Dat klopt. Ik was met mijn meisjes. Ja. Maar je mag mij ten alle tijde aanspreken, hoor. We doen hem heel kort even met volgende vuur. Klaas Martin Wieringa. Ja. Gefeliciteerd, Klaas. Klaas Martin Wieringa. Klaas Martin. Gefeliciteerd, jongen. Klaas Martin. Er is weer een jaar en dat is Klaas Martin. Er is alweer een jaar voorbij. Klaas Martin, jongen. Gefeliciteerd. Ja, hoor. Hartstikke gefeliciteerd. Ja, hoor. Goeiedag, toppers, Beza. Beza, ik heb nog even vroeg. Dus toen er helemaal op terugkomen in de volgende video. Maar ik kom straks van. Ja. We hebben een hele goede vraag. Ja. Erik Ehrenstein, vandaag een 6e verjaardag van mijn zoon Beren gehouden. En nu nog even afsluiten met jullie stream, zegt Erik Ehrenstein. Ehrenstein van Ehrenstein. Gefeliciteerd met deinen zoon. Wilma, maar de volgende keer spreek ik ja, zeg Wilma. Kijk, hou ik je aan, Wilma. Ja, op die gedrag, hoor. Ja. Oh, in winkels. In winkels. Nee, ik heet geen legend. Nou. RST Geestbrug, afdeling Hydrauliek, zegt... Goedenavond. Oh, welkom. Goedenavond, afdeling Hydrauliek. Goedenavond, Wassenaar. Ja, woensdag is mijn echte dag dat ik jarig ben. Woensdag komt hetzelfde Nederlander Michielsen, geloof ik, op mijn... Komt Michielsen op jouw verjaardag? Oh. Kill. Nou, wensen maar even een hartstikke leuke dag toegewenst, jongen. Ja. Christian, Marconello, Randy. Goed. We zullen maar een introotje doen, ik zit maar. Ja, doe maar. Zullen we dat hem doen? Dat kan het vaak. Oeh, jongen, we hebben dingetjes. Okay. Ik moet ook nog wat vertellen. Ja, dus... Kirstien, zijn intro, dan gaan we hem de dingen. Oh, wacht even. Jelle. Goeiedag, allemaal. Is de dokter ook aan het kijken of is het. Of Heather het te drak? Ja, oh ja, de JJ-dokter. MJ, nog maar achter de glaastrekkers verkocht. Nee, nog niet. Hij had wel een trekker gekocht. Ja, ik wel een trekker gekocht. Ja. Ja. Ik denk al die boeren, ik wil ook. Ja, en zo. Nee, jongens, maar ik een intro. Eerst een intro. Ja. Eerst een intro. Gewoon dan verder, ja? Ja. Yo. Dit ben ik, dus ik koos.
stream. Met de Legend 06 en de Jelle Day Speaker. Farming Simulator op de zondag om. Overtouw door de week, jongen, het is versloomd. Gas, gas, mijn jong. Gas, gas, mijn jong. Gas, gas, mijn jong. Dit ben een musico op de trekken, mijn jong. Verkeerde knop, overnieuw. Ik ken niks tegelijk. Ik was een wonderbak aan het plotsen, maar dat ging niet tegelijk. Maar, ik zag het. Even zien, mooi iedereen zegt Pat vanzelf. Goeiedag, heb. Petra. En Peters, goeiedag, heb, zegt Peters. Bedders zegt mooi en Bedders zegt mooi. Jan, Erik van der Veen, ik mooi zeg, been. Mooi even, zal dat wel weten. Of been, één uur been. Ja, misschien ik ken ook, ja, mooi been. Dat er één uur been, ja. Uw been. Mooi been. Mooi bij hem. Dick Wierdek, die zegt al, een trekker op een plankje, zag ik. Hé, hey, Muus, wat is hem? Hier, door. Is dat een Pumas? Een Pumas, 260. Oh, blik, ik hoor dat bij de spul goud. Ja, joh. Die staat op mijn Insta-page, hè? Udrechtstreek Insta. Dus. En ik heb hem ook deeld op, mijn, op onze zakelijke site. Goedenavond, mevrouw Muus. Goedendag, Greet. Beza Fitz, hey, wat is dat voor blauw balkje daar? Ja, ja, Beza, doe loopt achter. Doe loopt echt achter, Beza. Maar ik zou wel doen dat ik daar was. Beza, goede tip. Oh, wacht, Petter. Oh, Pet, doe het subbetje. Ah, Petter, dan moet je niet met je MotoGP flauwkul. Nee, want dan krijg je gewoon time-out. Subbetje! Subbetje! Ik kan nog één uurtje meegluren voor de MotoGP begint. Oh, goed bezig, Petter. De kleine wereld is een subbetje! Superchat! Superchat! Mooi Eem Eemhuis en de mannen. Ik kijk ook weer MIT groeten van Nick Katuin. Nick en Pet, dank jullie wel, jongens. Toppers. Hype voor JJ, de computerdokter, die zegt ja. Goeiedag hem, zeg maar. Ja, goeiedag hem. Ja, mooi, JJ. Hij heeft dit voor dit. Ja, hij heeft dit voor de chat. Nou, dan is die van Jelle aan het updaten, denk ik. Of hij is opbraan, dat kan ook doen. Dat, hier zitten dingen. Gaan we beginnen? Nou, niet zo'n geduldig. Gassen, ja, wat gaan we doen? Nou, Beza, misschien leuke mat dat je... Nou, misschien voor de volgende aflevering. Maar bij hem ook... ik zat er al een tientje tegen te wikken en te ween. Moeten we cosplayen nou eens een keer in doen, ja of nee? Maar we begonnen gewoon... Ik heb vanmiddag even geprobeerd. Ik heb nog niet veel uitgevonden, maar we moesten nog even voor... Veel plezier ook elkaar. Hoi. De Westendorm was toen zo'n mennenbuurt. Ja. Ik had nog even wat cosplay, scummerstrooi dingetjes doen en dat lukte. Dus we moeten er maar eens even weer wat mee bezig. Eerst even dat wij niet... Oh, Jesse, de glijder! Superchat! Superchat! Mooi mannen, hoop voor een leuke stream. Ha! Jesse de Glee, dank je. Ook naar de eerste. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, heb je dus. Maar, wij willen echt niet cheaten. Destiny Boekholt, is dat die ene van Radio Mental Wall? Die van Mutt Dame door zo. Ja, die kan zo. Ja. Dat is lang geleden zelf. Nou, zij En dan nou eindelijk weer melden, ze had. Ja. Zet die een belletje toch eens aan, Destiny, man. Jongen, we zijn alle week hier live. Ja. Mooi, jongens, zegt er in de chat ook. Mooi. Ja, topper. Oh, ik heb hem nog alle Facebook, hoor. Bezig, origineel idee ook. Is wel vast wel waar. Ja. nee, maar even anders wat, hè? Nou. Omdat wij echt niet wilden cheaten... Nee. Hebben wij ons... Wij gaan een gecheat uitvoeren. Een gematchfixte biogas. Een opgevoerde. Wij gaan een opgevoerde biogasinstallatie. En kijk, en nou hebben we hier een bultling. Als we die in die andere biogas deden, dan waren we eigenlijk al. Nou. Bin, zeg maar. Jo. Dat vonden we eigenlijk niet mooi meer. Oho, we niet. Jem, nee, doe niet. Jem vond dat niet mooi. Ik niet. Kom wel eigenlijk gewoon sloop drink wat. Ja. Nee, wij hebben die ene bio voornoord. En wij hebben wel geld gecheat om deze bio erin te zetten.
Maar de productie hiervan is veel realistischer als die we er stond. Dit is de Pumps & Hoses biogasinstallatie. Dus dan weten jullie dat we toch wat realistischer aan de gang willen. Ja. En dan hebben we hier ook nog wat. Oh ja. Hier hebben we achter mij aan. Doe nog even sneller. Wij won dik geld verdienen, maar wij kregen niet de goeie. Maar wij hadden een kastje gebeeld met bloemkes. Daar ben je ook zo ben. Maar ja, dat is is ook weer cheaten eigenlijk. Ja. Dus daar hebben we hier Biden. Ja, want we gaan ook met de suikerfabriek productie aan de gang. Als we geld hebben, hè? Ja. Maar deze kast kostte maar 10.000. Als je dus snoekers kopen wil, dan moet je... Hey, tomaten? Ja, die zet ik hem uit. Eer bijden moet ik aan hem. Maar in ieder geval, om die snoekers te kunnen maken, moet je eerlijke bijden hebben. Dus dan kunnen we beter, maar dit kost hem maar 10.000. Bijgers. Ja. Bijgers, erbij. Ja. Wij hebben niet gecheat. Nee. Bo Dijkman. Ik vind dit super eerlijk hoe we het doen hebben. Bij hem zelfs, als we de bio hadden holden, waren we veel en veel eerder boven Jan West als nu. Ja, wij hebben het bedrag opgeschreven. Toen hebben wij die bio wisseld. Precies. Ja. En die kas die hebben we gewoon gekocht. Dus... Ja. Ja. En, nou, en we hebben van de week, ik heb geen opname gedaan. Ik had niet veel tweet, veel aan het werk geweest en dit en dat. Maar bij hem van de week nog wel, ben we met elkaar nog wel een keer waar op map was. Dus we hebben dus een missie gedaan en we hebben een keer strooid en side. Maar puur om geld te verdienen. Om geld te verdienen en niet gecheat. Nee, ik heb gisteren nog getracht een missie te doen. Helaas ben ik daarin gestrand en heb ik het spel afgesloten. Zo. Ja, wie ga je nou katten pikken op polderwijs? Ja, ik heb het gehoord om geld, Remus. Oh ja. Ik ben een geldwolf. Nou maar wilst u die bieten rooien, Remus? Remus, dan gewoon ga je toen maar lekker een bieten maken en doen we dat in de silo. Ja. Mag ik wel een water tankje kopen straks? Doe maar eens een water tankje komen. Ken dat eraf. Anders dan hebben we niks aan Cassie, hè? Cassie. Moet er ook Kummerstein Legend? Nee. Hij wil nou zo starten. Ja, hij deed het. Hey. Wat een dorie. Potje aan doosie me. Wat gebeurt hier? Ja, ik was... nou ben ik er weer. Nou ken ik weer niks. Waarna? Oh, ik kon ook niks. Wilst u even in de winkel blijven? Misschien is dat het. Ik weet het niet. Maar... Wie blijft in de winkel? 06. Nee, Koop is in de winkel. Ik ben helemaal niet in de winkel. Oh, nou, Doefus in de winkel hebben we. Ja, niet in de winkel. Nee, ben ik ook niet. Waarom ook niet? Nou, ik heb weer... Ik kijk zo hem. Oh, via de inspecteur. Zo. ik heb hem gehuurd. Ik kreeg 3 van de Fiat-inspecteur. Binnenkort zal de Fiat uw bedrijf inspecteren. We hebben een melding van verdachte transactie van een JLP Today. Nee! Ja. Dat is gewoon een boomerang, Jutman. Die is al zo vaak aan de weer, hè? Ik moet even kijken voor die producten opsturen. Is het niet allermachtig een mooie bieden? Ja, die is echt stoer. Wat maar zeg. En moet eens kijken waar de kenteken is. Ja, tip-top. Tip-top, tip-top. Wat doet ze dan met kibbers? Oh ja, dat zal ze in mijn wonderbakje doen. Ik kom bij die met kibber, Ko. Oh, kom doe bij me 13 door zijn bieden en zeker, hè? Is voor de zekerheid geen wonderbakje. 13 en 3. Nee, 51, Ko. 13 en 51, 2 per zil. Is die al kloor? Nou, voor mij beide.
Nee. Zot. Oh. Of als dit een suikerbieten ben, ja, dan ben ik maïskolf. Hey, maïskolf. Nee, wij moeten naar 26. Daar ben Billy's. Toppen verwijderen. Hey, Muus. Ja? Nou, heb ik een heel groot probleem. Dilemma. Dilemma, wat is het? Die dilemma. Wij hebben straks ook melk. Ja. Wij hebben melk. Ja, wat was er met zijn? Wij moeten eigenlijk melktank kopen. Dat kan men niet in Emmer voortbrengen. Want melktank, daar kan ook water in. En andere kooi. Ja. Maar die kost 25.000 euro. Wat is dit nou? Ik zal die even Steven Neck bezuigen van horen. Dan moest alle omhoog kijken. Ja, voor een eurotje. Rare perren. Klap, Rebecca Black. Nee, anders alles onder de euro, dat lees ik niet verder, ja? Nee, maar wat is nou het dilemma precies? Die tank die kost 25.000 euro. Ja. Dat hebben we toch gewoon. Ja. Ja. Ja, ik ga hem ook niet huren. Ik zie het probleem niet. Nee, ik ook niet. Gelukkig. Staat ook niet één in aanbiedings, maar ik wil dit wel met je overleggen. Ja. Nee, dat snap mij wel, Letje. Maar ja, toen maar. En, maar dan, als er water in zitten blijft, maak me hem dan wel leeg fritsen? Nee. Nee, ik bedoel de tank die achter het voertuig zit. Niet de tank die aan het, in het voertuig, onder het voertuig zit, maar die achter. Nee, ook niet. Oh. Nee, jongen, dat ben de nieuwe. Bitterroe, jongens. Tip top Timmermans. Dit is een plaatje. Wie heeft mijn 1946 Norsi Duits, hè? Ja, ik niet. Twee legends, hè? Twee legendes. Dat kan maar één. Oh ja, trouwens, nog wat? Ja. Al het land wat van ons is. Ja. Door zeg gelijk een hek voor, maar dan kan een ander er ook niet komen. Slet erop. Waarom bist u weer zo van de boem, nou? Ik hoor er niet van dat naam er hier afkwam. Jonkje. En een wijde vogels blijven me dan ook in. Ja. Ja. Die loopvogels. En? Ik heb onze oprit verfraaid. Mooi man. Tuurlijk wel, kroontje omdraaien en dan loopt het water eruit, ja. Is wel zo, Bezefits, hè? Ja. Nou, is goed. Dat is geen cheaten. Nee, dat is ook die wel. En die hoeft me niet te ontluchten. Maar die kroontje niet? Let op. Hé, waarom is dat gras zo vreemd, man? Dat gemaaide. Ja, weet ik ook niet. Huh? Oh. Dat ziet er vreemd uit. Ik zie dat. Dit is wel een mooie. Oh. Ik heb onze oprit ook verfraaid. Kom maar aan, go, hè, mijn kippen zien. Ja, doe maar mijn kippen zien. Gewoon lozen in de sloot, dat is dus even fritsen. Ja, Martijn Paul. Is het ook niet cheat? Ik ben even mijn pad aan het steken hier. Goed zo. Zo, avond om in. JLP Today opereerde onder leiding van de AFM. Verdachtmaking is onterecht. Zo. Wat is de AFM? What? Wat is AFM? Moet ik hem snappen? Onder leiding van de AFM, de Algemene Autoriteit, de Frommers. AF, Algemene Frommersmeid. Weet niet. Oh. Hey, Muus. Ja. Hey, Muus. Eigenlijk misloading. Nee. Ja. Voor rood die lucht hangt. We gaan dat nou al. Ja. Ik ken de nerven bij op. Kerstel. Oh, maar, hij is er. Is er zover? Nee, is niks aan de hand. Is. Oh, nou. Is niks aan de hand. Oké. Okay. Hij gleed me zo bij zijn loodbal naar beneden.
AFM is in het nieuws met betrekking tot Ajax momenteel. Autoriteit Financiële Markten. Ja. Oh. Mededingings. Pascal! Ko, je moet nog steeds kleurblind modus uitzetten. Ik heb geen legend toch, Pascal? Nee, staat bij de aan. Wie is dat? Dat was toen wel zo. Dachten we. Waar bist je, Ko? Oh, je bent in mijn link aan het doen hier op het brugje. Even is de muziek staat iets aan de harde kant met gamegeluid weer te zacht. Zo. Oh, hebben we gewasvernietiging aan, hè? Wait. Ja, nou, wel. Wil wel weten. Het leeft ook. Is dat ja, want die heeft dus die knop niet of door een poor Biden hier. Komt er de cosplay. Kan ook, hè? Zet die cosplay maar weer uit, jongen. Er wordt me stress van niks. Nee, cosplay is mooi. Er zit geen GPS op deze beide reuwen. Wel. Nee. Heb ik erbij gehuurd. Alt-C. Nou, dat kan niet. Alt-C. Niet waar? Alt-C? Nee. Nee, ik zie het. Oh. Dat was toen ik in de winkel zat en niet helemaal goed ging toen waarschijnlijk. Nou, wat moet ik zeggen? Ik doe daar en daar wel een petje storen, maar dat geeft niks, toch? De koeien kan nou weglopen. Ja, klopt. Ja, ik ben net bezig om mijn hek met dit te doen. Ik zie weer dit gedomme weer. Hek op. Hek mooi broek! Oh ja. Shit, heb ik gelijk die cosplay er weer in te staan. Hoe kun je daar weer uit? Rechter muisknop. Ja, maar ik krijg een vakje. Kijk eens even. Boah. Hoe blik gaat. Oh, maar. Ja. Oh. Ja, er zit wel wat in. Oh, ik heb me niet eens leeg. Ik kom straks ook bij hem, ja? Ja, we zijn er, hè? Kom, doe ook zomaar. Met kippers, maar ik breng dat hoeft niet. Melk naar het zuiden. Joh, ik rie door, ik rie door de silo en het is kloor. Oh. Ik rie de cosplay vakje niet meer voort, jongens. Muske. Hoe zit ik de Muske? Rechter muisknop. Ja. Nee, en nou op Kruske drukken. Ja, op Kruske met Muske. Kruske. Mannen, ook al ben ik in Curaçao, kijk ik toch even naar Ebens en de Toppers. Hier is het 2:30 smiddags. Oh, oh, lekker dan. Oh, ideaal. Wat warmte door hem niet, ja, Jan-Jaap? Curaçao, daar zitten er binnen onze buren ook. Ja? Ja. Misschien ben je net de buren wel, nu van ja, want zo groot is Curaçao niet. Well, nice. Thanks. 33 graden. Warm genoeg, hoor. Ja. En hier kriegen we komende week weer winterse buien. Jawel. Ja. Joepie. Nou. Wat een voorjaar, jongens. Ik ben een zaadleer in mij. Hoe gaat ja, dat gaat allemaal net goed hier. Ja. Hoe geld? Ja. Ja. Dit is alleen melk. Die tank die helemaal een hoofd over uit. Dit is wel al de helft. Nou, dat is goed hoor, legend, hoor. Ik zeg er niks van. Goed zo, dankjewel. Ik zeg cosplay ergens anders in dit balkje. Dat kan namelijk. Ja joh. Hoe ja, dan? Maar er staat precies midden in het. Dat staat er bij mij net onder, maar. Hoe kan je zoiets verhuizen dan? Als je rechter muisknop en dan heeft die andere ook in beeld. Ja. Dan pakst u dat andere blauwe Mabidi en dan ziet hem. Dan kiest hem ook die andere blauwe wegspuren. Hey. Bij je ring tegen de pond zal ik wel wat in, zegt Christian. Ja, is de. Ja. Oh. Hatsjoe! Ja.
ik ben blij dat ik daar geen last van heb. Jelle, die had er ook afgeduwde last van. Ja. Ik heb hem... Een collega van ons die had er ook last van. En indirect, en wij doen weer last van. Ja. Die loopt het hele jaar deur in de hand bij. Ja? Ja. Oh, wat een ramp. Sorry, Emmers. Niks rekening, hè? Junior loopt hier weer te schelden en te tieren dat ze niks kunnen doen op land. Nee, precies. Ja, het is weer zo'n lekker vuur, hoor, weer. Kilden, kilden. Nou. Wat, Bauro? Dit rooietje, die doet het goed, jongens. Ik ben er zeer content mee. En dan denk ik, dat gaat er ook van deur. Ja, doe maar, Kroes. Ik kies hem ook op cosplay, zeg. Cosplay? Ja, hoor. Daarom hebben we van weekend ook snel gedaan. Hij is wel een beetje roe, hoor, niet? Die reuien. Ja, dat... Ja, die rijvolging, er zijn wat speuling, hoor. Per, die draait hem om, man. Per draait hem om, hij dat zien. Zeg maar goed, de vrommen zijn bij Per, dus dan kan ze hem een beetje afleiden. Even zien, moet hier nog wat kuil bij in? Ja, dat moet je in de horen, jongens, hè? De bio. Ja, de... Ja. De bio, hè? Is ook een liedje van Mok, toch? Ja. Oké. Okay. Wat is? By the bio. Ja, die ja. By the bio. En ik had vrijdag had ik mayo. Ja? Is dat ook geen mus? Haast op patat bij de mayo. Oh, Legend is al even ons kastkaan film. Ja, kastkaan. Ik denk dat er even 2,5 keer boter in, maar... Ja, dan ben je erbij wel versopen. Nee. Nee? Ik heb nog wel 10 bij. Nee. Oh, ik... Ja. Oh, daar gaat het geld weer in. Ik zie het al sneeuw voor de zon verdwijnen. Waarom kost dit water geld? De kost van de euro. Ja, dat kost al 10 geld. Nee, helemaal niet. Dat moet meer opnames terugkijken. Ja, dit is een kost geld. 400 ja, en 1. Dit moet anders. Welke moet hem bijna? Laat hem weten in de volgende aflevering. Ja, laat hem weten in de volgende aflevering bijna. Nee, maar welke moment? Wij hebben toch container. En dan heb ik niks meer qua. En eigenlijk wil ik ook. Doen, maar... Zo'n slurry pomp, wat wil je hem? Maar ik... Nee. Zo is het de ene kant erin, de andere kant is over het land lopen. Ja, juist. Ja, Spieker en ik aan de grootste pech. Ja, ook wel weer een beetje mazzel, maar... Wij waren net bij Koiker. Oh, op open dag. Oh, ja. Ja. Mooi, ja, een robot. Ja, maar dat niet alleen, maar een prachtige boerderij, jongens. Oh, ja, en met die sleufsilo's en dit en daar allemaal machtig veel me kon. En zo schoon en netjes, hè? Ja, ja dat is echt unbelievable. Dat... Die man die werkt wel voor mij wel. Nou, die slept bijna, dat weet ik wel. Ik heb zien dat niet voor open dag is, hè? Want doe zo netjes, zo mooi. Ja, maar, ja fuck man. Toen mogen wij een bakje patat hebben, maar dat was per. Alle patat op. Oh. Wie was er nog meer? Was Marvin Grillen door ook dan? Die voor die aanwerst. Ja, en haar buiten, denk ik. Ja, en Terke Struik natuurlijk niet. Ja, die stond op de Wilkenburg-stand natuurlijk. Ja. Och! Ja. Nou wil ik hier langs. Loop nooit, steek nooit een koe over. Oh, Bertha, 139. En nou met een drieën stonden ze hier op met een paard. Verdraad. Oi, takkeld. Niet best. Hem ook zebra paarden. Kus. Hurs. Goeie peren. Kus. Hurs. Kus. Ah, het zou hebben dat beest. Jonge. Nou. Waar moet hierin? Wat, joh? Doe hem cosplay. Oh nee, ik ken nog niet, want Koen nog op land. Ik ben nog aan het rudderen. Ik ken wel, hè, cosplay.
Hé, hey, mijn zol hem op met die cosplay, man. Mooi waak, cosplay. Ja, mooi. Ik heb het waakt wel. Ja, weer waakt. Als het nooit waakt, dan schuil je je verraden jezelf. Ik zet hem alleen maar blaar. Maar dat moet ook deur, hè? Ja, er is een punt, hoor. We hebben geen stroom, we hebben al die digistoren verkocht. Wat? Ja, die, al die, ja. Bio, die bio hebben we niet meer. Oh ja, is ook zo. 450.000 liter die er staat naar de juhu. Ja. 10 euro de liter. Nou, gooi hem maar onder, hè, Muske. Ja. Ik wil voor erin weer. Draai hem eerst even om. Hey, Ivar Bouwma zegt, even koffie. Oh, ik doe een bak koffie. Die is met Michel Klein op pad. Oh. En die snapt mij geregeld even van de koffie van Eetmuis. Ja, joh. Nou, dat ben van die baasjes, joh. Ja. Zijn ze weer te vis eten door die termen en ziel en dit en dat. Kiln. Helemaal niet goed voor het pokkeltje. Emus, heb je wel een generator aan de biogas gekoppeld? Werkt hij nu ook wel? Ja, nou, is dat... Oh. Dit? Dat ken mij. Ik voorzie geld. Bunker werkt perfect. Warmtecentrale is uitgeschakeld. Waarom? Waarom is dat zo? Ik heb 732 euro al beurt vanaf van die biogas, hè? Maar hoe krijgen wij methaan hierin? Ja, ik ben aan het zoeken. Ja, legend. Kist er door hem in kruip. Ja, dat moet je ook niet doen met die viscositeit van die. Dus ja. Ik heb soms 0,30, ja. Omdat je geen brander hebt geplaatst. Ja, wel, hè? Want die verbrandt het overgebleven gas van de methaan-dinges. Hoe denk je dan, jongen? Dan, dat doordacht ik nog aan. Ik denk, moet we dan nog wat met of niet? Ik denk al, dat is al wat ik hoor. Hol je hem stil, maar. Kill. Ja, moet ik nou een zakje thee brengen? Ja, groog. Oh, je kill. Groog. Was jij alweer bijna op de terugweg, hè, Muus, of niet? Dit ding, jongens, hè? Ja, die. Oh, die moet je erbij eens, hè? Dat is niet een complete zo uit pakje. Nee. Ja, doe was er net zo'n verstand van. Nou, nee, in één keer voorgesteld. Dit ding, toch? Ik wacht even op het chat. Ik heb wel gebeurd, dat is geen probleem. Ja, dat is hem. Volgens mij wel. Ja, maar ik wil toch een beetje bevestigen. Yeah. Oh, ja. Timmermans? Ja, dat is. Ja, zeggen ze. Kijk. Ja. En oh. Nu dan? Nou moet er een slankje tussen. Oh, nou schok ik. Nou ken ik. Oh, hij moet even wennen. Oh. Branders. Let op, 52% van de methaanproductie wordt. Let op, je methaanbrander is actief. Ja, en? Ik kon niet in de buurt. Nou, reikt het geld zeker? En begon het zien. Maar we hebben nou nog maar weer 50.000 euro op konto, hè? Ja, maar dat geeft niks. Dat geeft niks. Nee? Kom goed. Oké. Okay. Ken ik erop vertrouwen? Ik heb dat hoop ik. Hey, dus kom hier maar in, lieverd. Ik heb bijna... Herke Meppeling. Ja? Bij de volgende opmerking komt een sponsordeal aan vast. Ja, is niet anders, jongens. Zo ja, ben wij. We moeten ook aan onze... Wij moeten aan onszelf denken. Liquide middel denken. Maar als we dat allemaal doen, jong, dan komt niet goed. Kobebalde, we zien aan de gras. Griep met de fans 6-15 met de zeuren, kar en een tegeliek, Emus en Koki. Oh, Kobe! Kijk. Dat is grote. Kijk. Hey, Emus en de Maatschappij, hoe is het? Ferdinand Schra. Goed, hè? Ah, mooi, man. Ken die, denk 46 dat een beetje... Prima. Oké, okay, ja. Dat is goed. Dit is Paarsien, hè? Die heb ik door wel. Oh, die... Oh, juist. Ja, ik was onderwezen met een ding op mijn voerkaart. Om mijn mengbak. De strandjes toen bij die Duits stonden, of niet? Ik zei dat niet helemaal aan. Ja. Leuk weer. Ja,
Toen moesten wij begonnen, dus dan heb ik hem door. Ik was door, ook precies. Heb ik hem door en pak hem eruit. Banstra, het wordt van de week weer mooi weer. Nou, ja. Banstra, kies de regen. En reken er dan maar niet op. Mooi Kees en Bensta. Ja, mooi. Mooi plaatje. Plaatje dan. Die foto heb ik genomen met mijn vlogcamera. Maar ik heb een beetje aan het volgen met daar. En... Dafke! Dafke staat weer op de parking. Mooi al eind op weg naar T Zonnige Zuiden. Nog 1100 kilometer te gaan. Deze is voor jullie. Veel plezier vanavond. Oh, bliksem. Dankjewel, Dafke, joh. Wat mooi. Heel veel succes, kerel. Ja, even 1100 kilometer even voor de boel. Even knap. En een 5 euro donation, dankjewel, topper. Kijk, een hype. Dafke, zet hem op, jongen. En voorzichtig aan, natuurlijk. De boeren zien zo'n ding, dat is allemaal weer gaan. Ja. Ja. Oh, daar bist er net weer. Ja. Oh, steek hem er wel in. Ja, doe maar, want dit kan niet. Nee, daar kreeg ik ik kreeg broodjes van. Ja. Maar er komt gewoon geen GPS, hè? Nee, is cosplay niet aan, dan krijg je. Is cosplay ook niet aan? Nee, we niet doen. Ik denk, of cosplay not. Hé, hey, maar als ik nou een nieuwe, mooie nieuwe Puma koop of zo voor op de map. Nee. Dat is niet cheating, dat is verfraaiing. Ja, dat maken we terug. Ja, absoluut. Is dat belasting aftrek, boy? Nee, maar erfverfraaiing, dat mag je cheaten. Oh, roef je nee? Ja, wat is er met? Hij is een lid van 50 Morgen. Nee, ja, maar hij zegt wel een nieuw lid. Huh? Fuck, man. Dankjewel, Rolf, jongen. My fuck, man, van de zo'n hoop. Hij is de lely fuck, man, even hier zo. Fuck, man. Nou, kan ik wel zeggen, ik gewoon even. Ja, we gaan toe hebben. Waar? Doe. Drijfmest, 12 kuub. Ik ken één vatje drijfmest bij die in Kwakko. Oh, en ja. Bij de vleesvrij, daar zit ook vast wel 200 liter in. Nou. Oh ja, Petter! Hè? 35 wonen weer, zeg Petter! Hey, we kriegen nou ook muziekje bij verlenging. Oh, Ron Kloen hier. Wat leuk! Oh, dat duimpje, hè. Hey, dus kom weer hier alsjeblieft komen met de kibbes. Is er al? Oh, bist u al achter? Die staat hoor. Maar ik ben achter, hè? Ik ben bijna vol. Ja, ik kan gewoon niet wachten. Ik moet gewoon deur. Het is steeds zo druk. Ik is ook wel een beetje aan de winnen, hè? Een beetje energie kwijt. Nou. Anders wil ik die thee helemaal op. Robin W. Ja, Robin W. Goeiedag, Thomas. Robin, weet je wel. Arthur de Vries? No. Oh, daar hebben we 200 deuntjes. Ja, maar nou, iedereen die verlengt, die krijgt nu ook een deuntje. Wat leuk. Dat is voor het eerst. Volgens mij. Grappig. Yo! Herke Meppeling! Oké, okay, brugafdeling hydrauliek mannen weer mooi stream. Nou doen we het via... Geesbrug, afdeling hydrauliek, mannen, weer een mooie stream. Kijk, zo mag het wel, er is geen probleem meer. Nee, flauwkul. Gert-Jan Hendriksen celebrates the 43rd month of the membership. Als we dan toch bezig zijn met het muziekje. En dan ook komt Ome Joop met de 46ste en zegt Ome Joop celebrates the 46th month of the membership. En daaronder Bezavits, die celebrates the 57th month of memberships. Wat een celebratie, Jonsson. Nou. Wat een chips op, man. Wat een chips. Legends. Ah, wat dag. Ik trek even hier een beetje strand mee, hè? Ja. Oh, dat komt gereden. Ik zal mijn koffie nog helemaal... Oh, maar wat kreeg nou geen strand in? Dit is van gisteren natuurlijk, gaan we door geen poep in doen. Oh. Ik kreeg geen bokstrooisel.
Dank je. Oeh. Hoekje van Eigende. Zo, maar zeg. Oh jee. Wat is er, Remus? Nou, nou heeft Coursplay, okay, die nieuwe mod, die heeft dezelfde functie als iets in- en uitklappen. Hoe trek ik hier stroom in? R. Ik dacht dat het bij deze put was. Wil dat niet meer kosten? Nee. Wil dat niet meer kosten? Jon Wazing. Wie deed dat? Jon Wazing. Hij is Johnny. Hij is Jon. Hey Kees. Ik trof Jon gisteren. Ah. Wazing? Wie koe ik het? Nee. Onder andere Jon, mijn heel van Jon. Oh, kan je op een andere knop zetten? Ik heb het op een kribbeltje staan op het toetsenbord. Ja, dat is een goede tip verder. Ga ik mee bezig. Ik wil wat meer met die Coursplay doen. Even, misschien is het wel leuk om dat te doen. Even dus, we stoelen keeper en leeg. Hey, ja, doe ik. Zeker. Voor jou. Altijd, jong. Ik heb vol. Goed zo. Badje, ja, andere, of de kelder. Ja. Even, je moet nog een mesttank bij de biogas bijbouwen, anders krijg je geen digistaat. Oh, echt? Ach, fuck. Nou, dan kunnen we door een lening voor afsluiten, zeg. Of is dat, valt dat ook onder het kopje van vrouwen? Daar zit nog onder het kopje cheat biogas weg, de echte biogas terug actie. Oh ja, dan kunnen we daardoor nog even met verrekenen. Ja, dan kunnen we gesloten bus. Direct naar zo. Hoe kan ik mijn lidmaatschap verlengen? Oh, Wilma. Oeh. Wilma, lieverd, ik weet dat niet. Dat was open. Moet je onderin hem kijken, bij dat dollar tekentje, denk ik. Moest even kijken, Wilma. Ik heb ook geen idee. Emus, ik zag op je Insta-profiel dat je website niet klikbaar was, omdat een andere link er al staat. Misschien een idee om die linktree te gebruiken. Ja, dan doe ik in principe de site als link. En op de site staan alle media links ook wel, hè? Is dat zo, jongens, dat hier nou geen mest uit te trekken valt? Ik dacht namelijk dat dit was. Dat hier Digistaat onder staat, jongens. Wanneer heb je die erheen gezet, hè, Mus? Ja, net voor de stream, maar nog niet een half uur. Nee, maar voor streams. Ik had donderdagavond erachter zitten. Of vrijdag ook maar erachter zitten. Toen was die ouwe er nog. Ja, toen was die ouwe er nog. Ja, nou zegt. Moet nog een silo naast. Moet je steeds pompen. En maar pompen. Oh, daar kan je mest in doen. Och, we hebben die hele pumps en hoses bio nog nooit gebruikt. Evert Vinken. Oh, dit is dus als je mest ook nog wilt digesteren. Oh. Oh. Moet dat eens even in aanschouw nemen? Nou, cheat dat maar, Remda. Ja, dat gewoon ik cheat, hè? Ja, maar anders dan komen we er nooit. Wat best nodig. En met teamwork. Wat maakt ons sterk? Teamwork. Wat maakt ons sterk? Team. Welke dan? Marco van de KBI. We hebben twee silo's totaal. Eén voor de fermenteren en een tweede naast voor de digistaatopslag. Alle macht en wat een drukte. Ja, die linker. Emus, daar is hem net links. En dit is die cheat biogas. Oh, wat. Aha, Sukeromke Legend schuift weer in mijn deur eens toe. Nee, zo ver is dat niet, nachtburgemeester. Oh, we zijn. Deze hoeft geen tanken naast, hoor. Nee? Nou, uitgaande producten van deze grote tank is methaangas en digistaat.
Ja, maar die uitgaande producten, die moet je weer opslaan. Doormestel, die methaanbrander. Branders. Er staat bij verdeel over biogasinstallaties. Nou, ik zeg, ze zijn bij silo's. Ik heb echt geen idee, jongens. Deze die is er ook wel eens met sucks aan de gang, zou je denken. Noem maar hem in de volgende video. Oh, wacht. Nee, hier staat wat. Oh. Wilst u voor mij? Oh, ja, moment. Even stil weten, maar dan kan ik me even concentreren. Precies dat. De grootste. Nou, die van 6 ton eerst eens. 6 ton, moest hem? Nee. Oh! Agasuipter? Ik moet Agasuipter K. Ik kan hem ook weer verder tegen slow down zetten, nee, muus. Ja, heel mooi. Ja, een beetje hier, dan mag ik het pad veranderen, ik wel een beetje. Oké, nee, dat is goed. Maar dat hoort ook bij verfraaiing, hè? Ja, ja, ja. Ja, nee, oké, nee, maar... Oh, die, ja, die putje mooi bij vuurkant. Ja, 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 ja. Heel goed. Ja. Netjes. Hey, Ko, die ruiten zijn stil. Ja, ik wacht op mijn kibbets. Oh, wat ik hem breng? Nee, wacht. Even eens eerst door. Wacht. Eén verfraaiing. Ja, nou. Doe ik eerst zo straat, net doen we het wist. Maar zolang die karmic dus dat zie ik het doen, dan niet echt verfraaien. Waarom, legend? Doe me gewoon zo net, hè? Toen ze er buiten mooi met een ander stonden. Oh ja, sorry. Oh, dat is wat taarder. Nou. Aardig kunstenaar, best ook, hè? Dankjewel. Als ik weer iets een pumps en hozen ding heb, dan heb ik niet meer lopen door die tijd. Het is een blok aan het been. Hij slept er over de grond. Misschien hoe snel is er iets bouwt. Zo actief best over daar ook nooit. Nou. Klopt wel, hoor. Ja. Dus zegt de tijd ook al vooruit naar 1 uur in plaats van een 7 uur. Maar steeds meer. Ja, dat deed ik om 2 uur. Oh ja, eerlijk zo. Dat is wel, man. Oh. Slinger hem er maar even om, man. Oh. Nee, maar even ter... Ik wandel, ik loop. Jongens. Nou, ik wil nog even verifiëring. En als het allemaal goed is, wil ik ook een ferry naar rijden. Och, ja. Nee, ja. Dat bedoel ik niet zo. Maar ik wil eigenlijk... Het moet wel even werken. Dus even ter ferry. Ter ferry. Jongens. Even Fieri, hè? Fieri. Ik doe even de farming zo. Fieri. Ik wil even ter Fieri. Is dit goed? Werkend? Even. Oh, dan reageren in 2D mobiel farming aan mijn dagbaanmuziekje, hè? Ja. Ja, dat was prachtig. Real farming. Echt, wat een fantastisch mooie boerderij. Fieri. Zie maar van toen, heb je liever een spiraal, veer of... Nou, ik zat te denken, Simon, met hoorn en al. Met hoorn. Dat is in het Engels wel heel mooi, hè? Ja. De kat. Waarom? Kakadoodaloo. Dus dit... Dit is goed. Check even het minuutje. Ja, zeg er een beetje... Stel dat je beunhaas dan zegt yesterday. Zo kent wel weer. Ja, helemaal niet taal gebruiken je letten, jongen.
Nou, geleden, hij vleed mij ook nog hoor. Nee, die week ervoor was hij dan weer de 10 keer dat hij geskoft. Oh. Dus leek de met mijn rolstoel. Barbiana denk je nog weer wat over, zeg maar. Ja, hoor. Pop is hem langs west. Wat doe je toen, Legend? Legend? Ik doe mijn voer hierin. Oh. Ja, eigenlijk daarnaast, maar... Nou, ik gewoon het verbranden broek, maar daar krijg je ook geld voor, toch? Gewoon, dat is gewoon energie gecreëerd of weer terug broek, toch? Nee, dan geen omkijken nog. Tenminste, zo had ik het bekeken, maar dan moest je natuurlijk die brander er nog wel bij hem. 30 april, dan komen we ook zonnepaneel nog beschuur zeker omheen. Oeh, ik heb lag hier, jong. Wat is dat over, Ko? Nou, die uitbreiding. Er zit een zonnepaneel erbij, toch? Oh, ja. Ja. Oh, dat is een nieuwe DLC komt eraan, hè? Ja. De Production Pack. Duvel zat voor aan het vaak, jongens. Ook met het koor. In de link staat in de beschrijving. Dan kun je hem ook, die gewoon ik sowieso wel doen. Ja, en dan in mijn partnercode Emus. Ja. Nou, dat komt alles. En op de goed. Site via emus.co.nl/DLC kun je hem zo aanklikken. Oh, maar zeg. Hoef je niet eens Emus in te toetsen of niks, dat gaat allemaal automatisch. Hoe vind je die? Ja, mooi, ja, mooi. Toekomst er aangejoeld. Ik denk, wat is die dingens maar een... Nee, ik heb geen beugel, niks, geen cabine. Nee, daarom. Zou ik mijn zorgcabine achter in de nek en doe een plaat backup sturen. Ja, het komt goed in de bio, begrijp ik toch? Zo, wel weer vol, Ko. Ja, er zit Maarten op doel. Zometeen gewoon ik dat dit even side met cosplay. Oh ja, doe dat. Dan wil ik wel even wat zien. Moet dit? Oh nee, daar waar ik er al voldoen. Moet ik niet van me. Hoe zal met Jelle weten trouwens? Ik mis hem. Oh, doe maar alleen keepen, Legend. Ga je toch alvast cosplay naar Nederlands? Nee, oh. Joh, ik reed mijn tank van strand op. Ja, tuurlijk. Want daar was ik met onderweg, maar wat denk blijven met... Oh, door. Ik ben steeds ontvuld, er staat nog op min 1 vaker. Bio werd niet, wat moet worden overgepompt, is al vol, zegt Remco. Als je wel overpompt, je bio heeft nu al geen ruimte meer, zag ik te zien. Echt zo? Te klein. Zeker. Moet ik dat steeds doen? Zeker. Nou, De warmtekrachtcentrale werkt op zijn limiet. Ik zeg, nee. Kunnen we die gecheaten niet weer terug doen? Een veel makkelijker doorgooien waarin er komt hoop geld voor. Dat hoeft nee, niet, maar... dat vind ik zo jammer. Oh, ja, is Beza er? Is Beza er ook nog? Doe hij mag muziekje. Beza. Ja, Beza. Beza. Wist al in de buurt, hè, Muus? Hier bij mij in de buurt. Ik zat even mij te verbazen hoe dat... Oh. Ja? Ja, nee, sorry, excuseer. Nou, ik wil even... Ja? Als je nou hier overlaat... Ja? Dan is het voor mij een motje dat je onderin ook kan zien hoeveel het ontvangende voertuig nog qua ruimte heeft. Nou is dit met F1 heb je dat sowieso met die voermengwagen, maar met die anderen als je met bijvoorbeeld combine en keeper. Ja, als ik met de keeper Noost Cody, dat ik kan zien hoeveel er nog in Koos in buitenruider is. Precies, en dat Koos kan zien hoeveel er bij de keepers zit. Hoe heet die mat? Wil je dat in de volgende video eventueel even melden? Hoe heet die mat, Bert? En of er rond een minuutje ja, of 5, 6... Ja, daar is een matje voor, ja. Dat dachten wij al. Ja, ik weet hem al. Ja? Dat is FS22 onderliggend streepje binnen aan de man in de bak kieken. Punt. Ja. Punt Sip. Ja. Wel een beetje serieus graag hoor. Sip, nou, dat was echt. Serieus. De partnercode werkt ook via Steam. Als je de mod of de DLC gewoon koopt op Farming, dan kan je de partnercode gewoon gebruiken. En dan is hij op Steam
gewoon te updaten en dergelijke. Ik kom bij die kou, hoor. Ja, kom. 15,5, 52 heb ik erin. En daar ga ik. Ik kwak me door, hier, keeper is leeg. Hey, muziek komt er met een beetje poebel aan. En nog studio's vestje. Ja, ze staat nog wat waanvoekje. Ja. En we dit hele perceel er bijna al afgeblaft met dit Bommers mooie rooitje. Echt een mooi ding. En we moesten zien wat er achterop zit. Tip top. Tip top. Tip top, Temmermans. Is dat een tank leeg achter een muus? Nee. Oh, wat ik zeg. Een muf stond in de weg. Oh ja, die. Dit is de perenkop. Ja, hoe hard loopt dat ding? 10. Oké. Maar dit gaat. Volgens mij heette deze FS22 onderliggend streepje show fill level. Dat is hem, dat klinkt goed. Global level? Shovel level. Shovel level. Dimitri, we gaan even op zoek. Hartstikke goed. Oh, wacht. Nee, stop dit is hem. FS22 onderliggend streepje target fill level. Oké. Okay. Als je dan in de buurt bent, dat je de target het fill niveau ziet. Nou, klinkt dan namelijk. Legend. Dat kost toen nou zien dat ik voorwaarts koop. Oh, juist. Ja, die. Ja, nou weet ik het wel weer. Nee, ja, maar dat Legend ook ziet hoeveel konen erin hebben. Ja, dat kan ik ook zien hoeveel er stullen erin hebben. Oh, wat. Nou, dat is wel mooi. Ja, ben met die jongens. Oh, dankjewel, Bert. Super, bedankt. Nou, Bert, dan hoeft ze niet meer te melden in de video. Nee. Dan mag ze in de video gewoon andere dingen doen. Dan is het niet over. Die weer 3 minuten gehad, maar die duurde nou alweer 3 kwartier. Ja, het is mij nooit lang genoeg, maar... Wat best een kwakker, hè, doe. Kennen jullie dat niet gewoon zien met de ogen? Boeren werken zonder mast, toch? Ja. Nou, doe verborst die open wat inmiddels een andere man van de ene kan zien. Dat zeg ik misschien vreemd, maar zo bedoel ik het wel. Hoe gaat het om mijn lengte? Nou, ik had van week ook even een meekijkmomentje. Ja. Er was een klant die zei van, hoe doe ik dit, Jan? Hoe stel ik dit in? Ja. Ik zei, kill hem. Wacht hem. Dus ik log in, display op afstand. Ja. En ik zeg, hij kreeg een postvak in, een opmelding van de Wil 1 Mapkick. Ik zei, ja, dat ben ik. Dus, toen kon ik mooi met handje hem laten zien wat er hem opdrukken moest. Nou. Oh, wat leuk. Met de nieuwe AFS scherms, hè? Ja. Dat was niet de Tremble Teamspeak, maar die via AFS Connect. Wat leuk. Nou moet ik even... Zit hij nou ook al die? 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 Ja, ik snap er niks meer van. Waarom dat niet? Ja, Digistore zetten daar een honger toe. Ja? Ja, niet veel, maar hij doet het. Ondergrondse leidingssysteem. Mooi. Wat voor een Jan Hennekort. Nou, dan kan er straks nog 1 keer terugkomen, Legend. Dan hebben we nog 1 keeper. Ja. De biochismen op verdelen zijn. Wat, Eemking, hoe doen we dat? Oh, dat stond er ook bij in de productie voor mij, of niet? Verdeel over bio. Die powerplant. Hoe doe ik dat, jongens? Ik zie dat niet. Ik weet niet wat voor lithium AQS toe eerst heeft, maar... Oh, opbrengstmodus verwijderen. Verdeel over de biogasinstallatie. Hij is full Legend. Die digistaat moet opslaan, verkopen. Verspreiden.
Nee, verdeel over de biogasinstallatie. Ik heb een artikel op Trek en Merken geleden, AFS Connect en over jou. Vond het een leuke, interessante artikel. Dankjewel, Patrick. Goedenavond, mijn lieve schatje. Hoe gaat het met Ebus in de maatschappij? En Co. natuurlijk ook wel liever een duim voor jullie. Allen omhoog. Dennis Meijer. Oh. Methaan op verkopen zetten. Maar. Dan hoeft die brander ken ook alweer voor het zeker. Nee. Ja, maar dat snap ik dan niet. Als ik die op verkopen zet. Superchat! Superchat! Waarom heb je de MF niet naar Aldi's erboer gebracht? Ja, nou. Die bieden te mij naar de kriminale verkoop. De helft moet in de hoek, zo'n put. Ja. Broek, maar krijgt deze dan op den duur geen methaan meer? Maar de inkomende materiaal is van deze powerplant methaan. Toch, jongens? Je moet nog een extra generator bijbouwen. De helft wordt nu verbrand. Dus er moet nog zo'n ding bij. Nog zo'n knots. Zo'n enorme joekel. Wat voor de Jan Henne komt. Dus dat hele ding. Wij hebben twee bakjes kuil hierin kwakt. Ja? Twee ja. Of één keer die silo vult. En nou moet hier nog zo'n knots bij. Deze is te licht. Dit ding. Dit ding, dat heb ik goed, hè. Deze is dus nog te licht. Die generator, zeg dus. Ja, die warmtekrachtcentrale. Die werkt op zijn limiet. Ja. Oh, dan moet er één bij. Ja. Dan moet er één bij. Ja. En dan moeten de branders er ook weer bij, want dan ben de branders weer te licht. Ik weet niet hoe lang dit blijft duren, maar ik heb het idee dat misschien de volgende live dat allemaal weer voor is. Kerstreken valt dan weer, denk ik. Legend. Ja. Maar dat methaan heb ik nu op verkopen. Ja, nee, door gaat het mij niet om. Maar ik heb hier een lek, jongen. Dat was raar van. Ik helemaal niet. Oh, jongen, ik hoort en stuit hier van alle kanten. Dat was toch met die flipslang berut en die schouten troep ook zo. Dat werkt bij mij niet. Nou, maar het rooien, ja. Ja. Reizen zeker. Huh? Ja, doe eens naar reizen. Oh, dat ken ik. Ik heb geen idee. Ja, maar dit is gewoon niet leuk, hè? Nee, hè? Nee. Maar ik heb hier totaal, dus zie maar hier rondwandelen alsof het een lieve lust is. Ja. Ah, ja. Doen we. Misschien als we dan een keer inlogt, dat we dat nog eens even een keer kunnen checken. Maar wist wat we doen dan? Ik kom er zo weer aan dan. Wacht even. Oh. Oh, wacht. Ja, oké, dat is goed. Mag we er nog eens even zo'n ding bij zetten dan? Ja, tuurlijk. Proberen. Proberen toch? Ja. Moet maximale druid op. Oh, Legend, dat is we verloren. Oh shit, Legend. Of Co, daar moest me even helpen. Wat? Ja, ik ben er zo weer, jongen. Daar moest me even wat geld erbij dan. Oh, hoeveel? Precies 360.000 euro. Goeiedag. Zetten we er gewoon nog een hoor. We wilden dat gewoon zien. Dat het werkt. Gewoon wegdonnen die bende. Dan staat het bij jou neerzetten, zegt Broek. Precies. Ik wil dit even zien. Ja, we gaan dit even zien. Dit uitsturen. Goed zo, Ik heb... Ja. Nou hebben we er nog een. Hier, warmtekrachtcentrale. Werkt perfect, zegt hij nou. Ja, er komt ook wel rook in de piep. Dit is net een pauze. Net een rook, jongens. Nou. Hey, muus, ik heb binnen dus. Goed zo, gewoon ik zo even koers plannen. Wel een langveld. Wel, hè? Ja. Dat zei ik al. Alleen dus ik die mensen en geen cargo. Ik ben ook niet zo vaak in de weer in misschien. Nou, dat weet je niet. De buttons zijn misschien wel niet zoveel hulp. Welk perceel was dat? Legend? Ja. Zoek Eemuus. Het was hartstikke stil. Ja, Legend. In de muur van Eemuus. Legend sluit aan, dan ben je gelijk weer lek. Go een stukje terug. Zo. Oh. Oh, camera. Excuses. Ah,
Wat is er? Wil je maar naar gaan? Ja, hallo. Ja, ik zie hier de drie douches die precies min op mijn bonen. Ja, ik ken niet op 10 steen tegelijk bij de limit. Ik stond er tuten, een hele kedel is leeg van het tuten. Is dat fort een wandel? Ja. Ja. Wandel. Nou, niet lang en niks op. Nou, is goed? Nee. Oh, nee. Hel. Oh, het is niks. Het is een ware hel. Ik ben toch niet meer aan, maar ja, ik heb ook geen grip op een schietenbaasje. Let je dit maar hopen dat er niet aankomt, stellen. Oh. Oh, ik ging zelfs 5 meter achteruit. Ja, dat was, ik stond ook stil. Even een opslaanmomentje, jongens. Die biogas is prachtig. Ik riep heel varrig. Dus een bieterooi, de zon die moet er straks omkomen. Dit is een lust. Ja, is mooi, denk ik. Ja, dit ding is kort om. Hop, 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 gaas erop. Ja. Klopt. Wow, wat gebeurt hier? Lekker, joh. Oh, die biogas, hè? Ja. Weg ermee. Ik schudel me daar over het laan heen. Als op niks is. Nee, moest hem op naar één lang. Ja, doe ik. En Beza door de vervongen. Eerst nog wat tips, Beza. Maar wel in de volgende aflevering. Dat zeg ik wegdonnen, dat ding, zijn broek. Zullen we dat doen dan? Oh, oh. Oh ja, maar ik ja, hier alweer. Ja, Legend, doe deze gewoon expres met die plannenbakken omhoog. Ja, maar doe er eens helemaal verkeerd. Nee, oh ja, moet helemaal op. Hier zit nog geen dame in. Jongen, een beetje kaal. Ja. Wat doen we hier met? Wat ja. doen we hier met? Wat doen we hier met? Wij moeten nou knopen doorhakken, jongens, hoor. Ja. Ja, nee. Wist wat het is? Wij zijn mooi aan het blabben, maar... Als we dit volgende aflevering weer voordoen, dan hebben we en weer geen digistaat en we hebben allemaal kuil verknapt. Ja. Ik, bij hem nou. Op de konto, 48.000 euro en 109 euro. Ja. Moet ik met scream? Verkoop. Wist u de notuleer Steemus? Bij Legend? Wij moeten knopen doorhaken, jongen. Ja, maar weet je wat het nou is? Nou gooien we er weer een kapitaal achteraan, hè? Want dat ding moet weer hubbel op naar je opstaan. Ja, dat bedoel ik. Als we dat nou pas een aflevering loden doen, dan hebben we dat weer verknooid. Zo ja, bedoel ik. Ja, dat schiet niet op. Snuif ze mee. Ja, we maken, roosel, we maken wel rustig en 10 bij je opdruk. Doen we de biogas 90? Nee, we doen de 250k. Niet genoeg geld. Oh, lekker. Dit is ook een ding, jongens. Dat maken we eerst. We maken hier wel, hè? Is de postcode Leather Life van Bonn? Och, kill, wij moeten dat pad en die bomen. En die lamp, alles moet voor. Oh, nee. Ja. Maar dat zou groot worden. Wat zou eruit worden? Net als de eerste keer. Hé? Drama bijeen. Komst u achter mij aan, Legend, of niet? Ja hoor. Oeh, want ik heb hem al mooi aan het vol. Ja, dan ben je hier vol heen gewoon, of niet? Oh, ik denk, je zat niet zoveel op, zei stoel, maar... Legend. Ja. Wilst u voor mij? Ja. Gewoon het in één keer goed doen. Ja. Ik heb het niet op 140. 180.000 euro, cheat. Ja. Oeh, dan zak ik er niet ver af. Ik heb hem erheen gezet. Ja. En nou is het een hele hoek kuil uit. Alle machten. Oh, oh, ja, ik loop een beetje, maar... Wat wordt zo'n armes job. Kunnen we een faillissement tekenen? Maar is nou genoeg?
Ja, dat... Ja. Oh, doe gij ze even kleuren, maar dit is verfraaiing. Dat maak ik weer terug, Tjiet. Ja, dit is weer verfraaiing. Eigenlijk moet die shovel er weg. Hoe kun je nou stroten als die shovel er staat? Ja, marginaal straat, hè? Oké. Met een shovel, zeker. En dan staat hij maar zo'n laampje in paard. Ja. Legend. Loop-laamp. Loop-laamp. Kist hem eronder, Jorgen Legend. Och, er staat een boom. Die kreeg ik toch niet weg. Oh, nee. Ja, ah, nee, dat gaat niet. Nee, dit is groene energie. Ik kreeg die boom hier niet weg. Oh, nee. Oh, wacht even. Kom maar, rin hem eronder. Ik doe hem wel op die keeperzaak. Oh, nee. Oh, die boom moet hier weg, jongens. Ik vind dit helemaal niks. We hebben tot nu toe al helemaal een beetje achter u boeken. Anders verkopen we hem en dan doen we het gewoon in één keer goed. We doen, wacht even. Wist wat we doen? We verkopen die bio. Ja? Eerst. Ja. Want wist hoe dat gaat? Nou. Dan zitten we er weer drie afleveringen in die boom aan te kijken. Ja, ja, en dan ga je er alsnog. En Floor Kuil hebben we er dan in pompt. En, ja, en die staat en ja, alles weg. Ja, ja. Nou, ik we doen nou. we doen die boom weg. Ja? Als ik niet steeds achteruit spring automatisch. Wat lekker nou al, ik heb het al in de gehoord. Oké. Volgens mij hebben we in. Bij de mods ook zo'n opgevoerd ding. Gaan we niet gebruiken? Nee. Dit maakt haast eerst wel 3 uur zending, maar dit kost wel zoveel. Hier is geen rood voor. Jongens, stop. Ik ben bijna eraan toe dat we het zometeen in één keer goed doen. Ik heb er zoveel gehoord. Nou, ja. Hans en Grietje en Sprookjesbos is daar helemaal niks bij. Maar dit hij was al duurder in de aanskamer. Er stonden. Oh, wacht even. Gaan we nou bij de aanbiedingskie? Ik heb hem goedkoper terug. Dat was een tweedehands biogas. Dat misschien hem... zijn die cellen die wij vanavond maar de eerste verkocht hebben. Misschien zijn dit er wel in. Hans is hier even Superchat! Superchat! Streamtitel Centen verdienen. Ja, dit is overmacht. Overmacht. René Schep, goeiedag hem, jongen. Pro-farming zal bezig wel zijn. Ja. Dit kunnen we nog lang doorhuren. Heeft niks. Dit is wel ideaal. Dat erf zo. Ja, ik heb zo schijf over. Ik hoef niet meer mijn bio. Ken die bio ook ergens anders? Nee! Oké, wie is wat we doen? Nee. Ik heb hier. Ik zet hier een biogas in. Kist toe. Ja. Bassie Show, 4e maand. Goed bezig, goeiedag. Even. Hoeveel moest hem? Nou, ik heb 8,74 nodig, we hebben 4,67. Dus we hebben, als we dan nog 4 doen. Ik wel, we gaan naar 48.100. Nee, dus ik zet er een. Doe er een 530 bij. Oh. 530, hè? Nou. Nou hebben we te veel geld. Dan moet er nog even weer. Er moet straks nog even weer wat over. Ja. Oh. Wat is er nou weer? Nee! Hele bier. Nog meer kou voor. Ah, dat pad! Ik heb het op het pad zet. Oh. Nee, oh. Dit ding moet even weg. Even overnaai. En dan doen we het dan in één keer goed. Dan doen we het dan in één keer goed. Ah, ik weet nou precies hoeveel geld dat we hadden. Wacht even. Ik heb het opgeschreven, maar 48.100. Nee. Ja? Ik ken straks 5 bier. Ik geef frustratie alom. Ik geef daar even een paar centen. Geef me even. Zo. En dan, want ik wil even een bakje drinken pakken. Ik wil even, maar ik ken hier niet zo bij zitten blijven.
Ik zet hem zo heen. 16 en... Ik kreeg er wel een keer of 6 even maar proberen. Ja, het moet nog 5 keer ongeveer. Ja, neuro. Dus dan kom ik. Turfstraak. 16,5 miljoen. Hoe krijgt het weer een uw kuil weg? Dit is allemaal erfenvrijing, hoor. Ja, het moet even in één keer goed, hè? Doe eerst de... Nou, ik heb de bieten erdoor studie. Nou, mooi. Is het, hoe ligt het met die mest? De digistaat, dat moet nog beginnen. Nee, ik bedoel, die tank, die was als toen die op cosplay. Michel Bakker! Superchat! Superchat! Bouwval gezocht met Eemhuis en Co. Gezicht dat op de grond rolt van het lachen. Gezicht dat op de grond rolt van het lachen. Toe, Michel, wat is dat net nou? Nou doe ik die... Deze laam staat precies in paard, dat is niks. Dat is jammer, hè? Ja, dat is jammer. Dan ik lekker dan maar de muur. Ik gewoon lol daar wel even verder met erfenvrijing. Nou, dit was hem. Dit kan zo wel, toch? Ja, we zetten... Nou stond ik... Nou ben ik helemaal... Nou zit ik in die tank. Wat doe? Ik ken er niet meer... Dan ken die tank weer voor. Nou, we proberen het nog eens een keer. Ik wacht ook op een trekker. Zal die legend dan weer terug heen? Maar ik heb de bieden er was vol. Nou, doen we een lot wel even. Die Ruud vanzelf. Help mijn man, het klusser is er niks bij. Nee. En dan wilden we het nog, ook nog realistischer doen. Zo wel. Hoe lies de Superchat? Superchat! Superchat! Pro Farming. Dat wordt zwemmen in de vergister. Hoi. Dankjewel, Lines. Wie was dat? Azo 007. Oh, die deed een euro en die zegt pro... Oh nee, zo krijgt kopen zonder kijken toch een heel andere betekenis. Oh ja, we kunnen nou investeren, Ko. We hebben 16 miljoen op. Charlie Goenema, goeie met je. Dankjewel, Charlie. En voor je verlenging ook vanzelf, hè? Oh. Charlie Goenema, thanks voor je lidmaatschap. Ja, de verlenging is nu ook een muziekje geworden. Nou, mooi. Heb ik niks aan instellen doen op dit en dat. Was dat zeker? Ja. Lekker bakje. Hosea de Pro zegt wel een leuke stream. Nou, dan ben ik dan wel weer blij dan. Een biedenrooi kopen met GPS, zegt Pascal. Ja! Ja, joh. Zijn we die koop? Nee, doen we niet. Neem hem al vast, ja. Ja, like. Hé, hey, Muus. Ja? Op 35 kilo na, precies op tandbeheer. 99%. Moet ik bij die komen? Ja, dan moet ik op kibbers komen. Oh. Nou, hij is even twee tellen. Ja, ik wil even deze bio ook hem aanzetten. Ik wil hem wel in stationair draaien, maar... Oh, wat een tumult dit weer. Digistaat, opslaan. Activeren.
Superchat! Superchat! Dat was een pro-tutorial hoe een bio te plaatsen. Ja, nou inderdaad. Ja, als Be Legend niet had gelekt, dan was het bleef storm. Maar ja, toen kwam de ellende. Nou heb ik hier ook nog weer een grote dam gekregen trouwens. Oh, dan een grote dam. Nou, die laat mooi zitten. En nou kreeg ik de schuld? Nee, nou. Het begon wel met die. Enigszins. Ja, nee. Maar het lekte bij die ook. Ja, op duur wel, ja. Ja. Waar is dan oude huur dan? Hallo? Ja, die ziet er hoor. Waarom komt dat nou pas door bij Dingers? Wat? Maar dat is toch weer... Doe was dat bedrag nog in de kop, ja? Ja, ja die hebben we, dat weer precies. 48.109. Alleen, er is een aan straat nou. Oh ja. Maar dan mag er ook weer bomen op telk worden, hè? Ja. We kunnen hem straks zo nog een keer weer zetten. Legend, dat is toen een tijd over, want ik moet hier eigenlijk hebben keeper hem. Maar... Nee, ik kom eraan, Koop. Oh. Er zijn 2 tellen geduld en dan ben ik er met 3 tellen mee. Ja, daarom. Ik ben al hard bij hem. Oh. Oh, gelukkig, lieve. Dan, ja, dan, ik zorg hem aankom. Dan kom ik niet. Nee, dat kwam door. Hak kwam door. Ja, we kunnen een mooi hek in voor 4.000 euro. Hallo, ik ben de vervaard. Zo. Hoeveel? Zo, we hebben van die misplaatsing een dam gemaakt. Nou, mooi dan. Ik vind van wel. Ik ga nog even die bio verder filmen. Kijk hoeveel erin kan. Goeiedag, hem even in de maatschappij zeggen. Joop, slim. Goeiedag, hem Joop. Hoe is het met daar, Joop? Hoe is het met de revalidatie? Want daar had hij het vorige keer over. Ja, dat klopt. Dat is toch gelukkig. André Hak, mooi hem jongens. Blaf die dunder hem op ja, zegt Hak. Hoe is het even over Hak gesproken? Is dat neef van Kams? Nou ja, hoe is het met Kams? Ik heb hem nog niet zien in het jaar. Ik wel. Ja? Oh wel? Ja hoor, voor in het begin al. Oh. Gelukkig. Nou, jongens, Legend. Ja. Nou moest toen natuurlijk eens even hier allemaal lopen en kijken of die lijk voor is. Ik kom zo bij die, met kibbels op beek. Maar dit lijkt goed nou. In mijn beleving. Dat lijkt goed of lijkt dat goed? Het lijkt goed. Lijkt. Oh, nou, dan ga ik hem cosplayen. Probeer, hè? Toch maar een muzan. Oh, dit is ook weer zoiets die ik maar amper heb voorbereid, Sucks. Oeh, dat was spannend. Van mij, ze klapt me ook zelf uit en zo, dit en dat. Ja? Dus ik hoef hem maar hierheen te zetten. Maar wij hebben toch ook als cosplay gehad dat we door heel veel lag van kregen op de server? Oh, vast. Geen koers. We gaan een aantal wendakkers. We gaan er even 2 keer omheen. We gaan even de wendakkerhoeken even rondmaken. Of scherp. 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 En dan gaan we genereren. Ja. En dan gaan we... terug. En dan gaan we de klus starten. Dat is met die pijlen zo in de lucht, hoor. Ja, klopt, ja. Nou, we gaan even zien wat het doet. Het klinkt dat het heel eenvoudig ligt, maar gewoon veldwerk is een... Ja? Oh, we doen hier wel bonen in, is dat goed? Ja. Bonen? Ja. Dit moet oh, zo wel. Ja. Ja, nee, dat is wel... Zie... Wat het voordeel is van cosplay ten opzichte van de helper, is dat cosplay netter werk aflevert. Dus we gaan eens even... Dit doet hij dus allemaal automatisch. Met dit ding. Ik zet hem alleen maar aan deze kant, want als ik hem hierin zet, dan zit hij achter de co-cam. Ja, nou, kijk nou even rechtsbovenin. Cosplay kost echt wel geld, hoor. Ja. Dat kost niks, zegt hij, maar... Oh, maar dat kan ik wel instellen. Dat maar ik had net ook in 10.000 euro exploitatiekosten. Nou, ja. Dus, ja. Maar nou ook weer 32.000. We hebben geen geld over, jo, jongens. Oh, even rustig. Dit is dat hij zaad koopt. Oh. En ja, oh. We kunnen dat ook uitzetten, hè? Nee, dat hoeft niet. Nee. Maar dan moeten we er een keer achteraan. Ja, nee, maar dat zaad koopt dan maar. Tuurlijk.
Maar ik heb de helper doet dat maar voor niks. Maar dat kun je ook zeggen, dat kun je voor half geld. Dat kun je dat ook doen. Chauffeurloon 0%, 500%, 250% of 100%, 50%. Okay. Dan niet de Moskowitz zeker. Nou, ik doe 0% hè. Maar, dus, gewoon hobbywerk. Stagierenners. Stagieren. Nou, maar kijk, ik doe dus nou niks en hij had de hoek al mooi te pakken, jongens. Oké, ja, ik zie het. Als dat maar één keer werkt, dan is dat mooi. Ja, zeker. Altijd dat instellen, dat moet ik zo aan wennen, hè. Dat is even oefenen, inderdaad. Maar als je gewoon dit werk doet en niet te veel gecombineerde dingen doen en zo, dan kun je snel even wat siden op cosplay, hè. Ja, ja, dat is zo. En is er geen omkeek nog, nee, hè. Dat is... Jij hebt dat, nou, we hebben dat in 2017 en de 17 ja, vroeger. Vroeger. En toen was er altijd heel erg mee begonnen. Plop, plop. En dan wrrt, kloor. Ja, maar toen zaten we er wat meer in die cosplayers nou inderdaad. Maar koubeeld narijden en... Ja. Alles deden we er meer. Ja, cosplay is een helper, maar dan beter, inderdaad. Ja, koubeeld narijden. Met de keepers naar de combine toe. Ja. Je kon zelfs zo doen dat de tank, dan moest je de tank vullen. Dan moest je de trekker naar de dam toe rijden. Dan kreeg je een route naar het vulstation. En ja, door moest je dan pauze aanvullen. En dan ging hij vullen en weer verder op cosplay op dat land met de tank. Maar nou, dat hebben we niet veel doen, maar Ken, dat kon ook allemaal. Ik heb gezien en ik zag net in de chat, maar hij me hartstikke mooi bezig dat ze onze video's geeft aanmoeding aankondigen. Wat hè? Nou, bezig die zette in de chat van ik zal in de volgende video zetten als ze weten wel nog een bio moet plaatsen omdat ze hier hebben kijken moet. Magnifiek, super, dat wordt zeer gewaardeerd. Dat wordt zeker gewaardeerd. Maar Beza die gaat ook waarschijnlijk met cosplay aan de gang. Oh. En dan gaat hij dat allemaal instellen. Want hij nou ja, had er alleen vanmorgen aan het gamen was zelf. Hè, in huis. Maar dat kan gewoon de hele dag gamen, dat kan alles op cosplay. Ja. Dus die vrees draagt allemaal geen bliksemheid. Wees aan, nee, maar kijk, zoals dit nou gaat. Oh, leuk. Maar je moet er wel bij blijven dus. Nou, ik wil er nou in bij blijven, te kijken hoe een beetje wil. Nou is het net alsof ik het zelf doe. Kams, in het chat. Oh, Kams, Rins. Ja, nee. Beter wat met benzine aan shout wilt hij. Pro farming. Ja, precies, Beza. Ja, je moet het hier overal van hobby, hè? Had ik hem twee om toch gaan moeten doen? Dat heb ik nog. Ja, dat had je ingesteld, toch? Ja. Kijk eens naar het geld, dat zakt nu. Je kunt het menu en loon op nul zetten. Patrick, die staat op nul, maar dit is het kopen van de zaadjes waarschijnlijk. Moest de skik wel, komt eraan. Dinus. Het wordt wel zien, de legend, daar wij straks maar een loonwaak in gewonnen. Wat ben jij? Nou ja, snap voor yield. Ja. Maar vroeger moest je ook die velden eerst de omtrek laten registreren. Ben, juist, dat maakte die zo'n platte grondje. Ja, maar ik hoefde dat nu niet te doen. Als het maar doorheen is, dan vind ik alles best. Nou, laat me dit zien. Waar ik me doen? We zien het wel. Ik rijd even naar de Eemus toe.
Oh, hem een paar? Ja, maar dat is echt een bio. Ik heb ook niks in mijn kar. Om dat mis te maken. Ja, ik wil die cosplay knop wel op een andere knop hebben. Misschien wel op de joystick knop of zo. Heb je daar een knopje vrij? Oh, vast. Of anders op een. Op de knop van een stuurwiel. Nou, die hydrauliekboeren dan nog steeds. Ben ik blij om. Oh, moest toen. Oh! Oh, ik ga hier een kijken, ja. Goeiedag, man. Mooi, hè, meemus. Hier is nog geen dame, ja. Nee. Hey. Oh, legend, stop. Ik moet hem de dingen molen. Oh, oh. Blijf achter die kippers aan, van die. Ik riep deur, jongens, maar het ziet er niet uit. Nee. Hadden nou de kop een keer met Marigold in plan en al de kleppen. Hoi, Gil. Even kijken of Emus hier ook nog stroom heeft. Ik heb mijn hulpvloot niet gedaan, hè, maar dat had ik kocht. Dat had ik kocht, dat wilde niet kwijt, hè? Nee. Oh, dan moet ik wel achter wezen, zeker. Bites. Dat denk ik wel. Hoeveel kisten we hebben, Legend? Dat kan we straks zien met die mod, hè? Ja, maar, daarom. Dat is 19%. Oh ja, je zegt het. Maar hij gaat niet lossen bij die. Nee, dat doe ik nou even. Ja, 185 liter. Oh, ja, dat meen ik al zoiets. Ik ben, nou, 135, 206, maar 135. Is de silo hoogst al vol met de zonnebied naar Legend of niet? Nee, hoor. Gaan we nou die sugar verbieden? Nou, sugar verbieden allemaal. Leon Kamloos! Leon doet er drie en zegt... Mooi bezig, man. Dankjewel. Vies. Ga mooi, hoor. Gaan we die bieten nou verkopen, hè? Ja. Dan kunnen we straks die fabriek ook kopen. Ja. Dan hebben we ook geld voor die sugar fabriek. Ja. Ja? Gaan we dat doen? Ja, maar dan moeten we bieden zijn. Ja, en dat kost ook weer geld, dat soort. Dat heb ik ook al deur. Ja, maar dan laat we één keer met je poot bieden zitten. Eén keer met je poot bieden. Gingen jullie vroeger ook met een stroomtank door de stal? Nou ja, nee. Nee. Dat kon niet, want onze stal had geen doorlopende voerpaard. Dat ging naar de deur. Dus dat kon niet. Ja, van die leutje derg bedoelst u, hè, Muus? Ja. En altijd aan de linkerkant van het voerpaard de jongvee. Oké. Een dikke twinner. Zal maar eens even kijken of wel een beetje die zo trekken. Het zal wel mooi zijn. Ja, een beetje eer van. Hier bij de koeien is ook wel een 91 liter drijfmesser. Oké. Ja, 148 liter, hij doet het. Ja? Maar ik doe hem uit, want dat is erin niet weer. Nee. Oké, nou, dat gaat zijn ding wel doen. Wat moet ik doen? Ik even kijken bij de cosplay. Oh, was hier... Kippen? Nou, dit gaat nog steeds hartstikke mooi, jongens. Ik wil even zien of hij zometeen nog even omdraait met de cosplay. Dus, ja. Mooi, Tienes, zeg maar daarna. Hoi. Wil je hem even mooi zien in de camera? Hoi, Tienes. Hoi. Hoi. Ah, mooi, muzikoos, zeg. Job Jelle Warner. Goeiedag, hem. Goeiedag, hem. Edwin Brandhoff, een goedenavond. Allemaal. 504 aan het kieken.
504, toch? Ja, nog. Toe even. Oh ja, we hebben nog helemaal niet over de duimpjes uit. Zullen we de duimen nog helemaal drukken, jongens? Ik denk, ik doe hem met 5, dan zie ik hem dan wel 210 duimpjes hem. Ja. Hoe dan? Dat is 100 sowieso te meer, want anders hoeven we geen 300 duimen rondje te doen. Zo is het. Ja, bedoel ik. Toch 500 plus en door onze pro-farming natuurlijk. Ik denk dat er dan wel 800 zat, denk ik, maar... Ja, daar heb ik niet op let. Ik ook niet. Ik werd een beetje te meegaan. Ja, jullie waren helemaal into de biogas. Ja. Oh, de Groningse Barry White. Oeh, ja. Zullen we eerst tanken of zullen we het redden? Ja, die zit niet veel meer in, hè? Nee, die moet met een dag in tank worden. Ja. Vandaar dan moeten we met van die 20 liter vatjes aan een sjaal. En wordt dat niet leuk van? Nee, want dat is een gesjaal. En die moet een platte Annie worden. Ja. Annie worden. Ja, die kan niet even naast je staan in de kleine. Nee, dat klopt. Maar die staan. En als je je dan weer vergissen in de fill levels, dan kun je weer op mij. Ja, dan moet je weer naar een 20 liter vatjes. Ja, yes, wat dat betreft, als je weet, wil nog je brandstof kopen, man. Hij maakt nog wel een linkje. Jesse de Glij. En waarom lag jij dan allemaal aan het einde? Is dat nou? Niet leuk. Nou, dit gaat hartstikke best. Ik ben de deur. Ja. Huh, wat mooi. Nou, sta ik van de kar, mijn gaaf. Waar ben je? Bij je Bico? Ja. Yes. Bico, Armeek. Ja, hier ken even de kunstmachine overheen misschien. Supertje! Supertje! Bedankt voor het lachen, mannen knipoogend gezicht. Ik hype, badje. Maar is het al goed komen dan heet Muus met die vergister alles? Is een kan en kruk. Ja, ga je tot nu toe... En ik maak me door wel ernstig zorgen, om. Het enige, ik blijf alleen hier bij de oversteken. Als ik de dam niet metneem, dan blijf ik alleen in de sloot hangen bij de vergister. Dus ja, dat gaat goed. Nou, dit werkt feilloos. Dit is een poor keepers, jongens. Die verkopen we. Oh, we moeten aan elkaar in de dam, hè? Ja, dat moest ook nog aanmaken, hè? Ja, die moest ook nog geld. Ja. En mijn wereldbieten hebben. Ik zie zoals gewoonlijk weer het aantal likes. Toen ik de duim deed, was dat 26. Het is best schijnlijk als iemand weet waarom mijn likes altijd vaststaan. Hoor ik dat graag. Ja, ik snap dat ook niet. Het is bij mij ook zo. En mijn staat op 24. Ja, weet ik zie 254 likes. 488 kijkers. En ik heb 210. Ja, maar bij mij is het live. Ja. Ik zie het niet veranderen. Wel eens een live. Pascal, altijd voor wat aas. Ken. Ja, nou doen we 10 uur even, hè. Ben knap voor zo'n karming. Dat dacht ik maar even, Jabjelle. Zit er weer een gat in de hand, zegt... Aan vogel. Ja. Ik heb 88 likes staan. Vernieuwen. Er hebben 264 mensen op de duim gedrukt op dit moment. Pieter zegt trilploort. Die heb ik niet. Hollands, die. Een grun zo bedoel ik. Doen we die straks. 287 likes. 270 likes, sorry. Het wordt gewoon vergeten. Maar zo bord zitten ze erin en zo bord kieken ze. Ja, gewoon geïnteresseerd ook. Ja. Dat ze dat dan door de week... Nou, niet zo moeten doen in ieder geval. Keertje hardcore. YouTube is kapot, zegt Boer Giel. Oh. Hey, Mune, hè? Ik doe eerst even koud hierop en dan kunnen we. Goed. Prima. Prima. Ja. Hebben we daar misschien ploot met pannenkoeken? Ik vind broek zo mooi. Ja? In onze broek. We zijn net een beetje op zoek. Oh, de wc-experience. In onderbroek. In mijn onderbroek zit de pannenkoek.
Doe Neuro maar zegt, welke server gebruiken jullie? Doe eens uitroepteken server, uitroepteken Nitrado. Dat is een link wel in de beschrijving. Als je via die link zo een servertje huurt, zou ik super tof vinden. Maar dan denkt Nitrado zelfs ook van, oh, dan komen ze toch in via het museum een servertje huren. Zo eerst. Dat kan ook. Bam, procent jongens. Ja. Oh, we zijn weer op een vierde gedoen. Server online spelen. Ja, verder doet uitroepteken server en dan komt er online spelen met je vrienden. Nitra.do/emus. Ik zeg dat ook te weinig zoiets, maar dat kun je via die wegen, zal mooi wezen. Ja, doe eens, verder doe eens uitroepteken, uitroepteken. En dan de eerste uitroepteken, het symbool. En dan de tweede, UITROEPTEKEN. Rolf JD, ik heb jou al een adres gegeven, hoef je nu niet weer in de chat te zijn. Ja, Rolf moet naar de PC. Ja. Oh. Hier ook een server via Emus bij Nitrado. Cosplay is klaar. Oh, kijk, ja? Ja, ik heb een melding. Finished oh, work. Dat komt door nou, te staan. Ja. Ja, en bij die onder, dus dat zie je toch niet. Nee, dan moet ik dat even anders doen. Dus. Je is hem ook verplootsen, heb ik gehoord. Ik verschuif hem even. Ik zet hem hier. Die scherm is te klein, hij staat in de gaten. Ja, dan moet ik een ander scherm hebben. Ja. Een vierkaartje. Ja, moet mijn beeldscherm maken. Ja. Komt er alweer aan, hey, Muus? Kom maar aan. Dus je kan uitroepteken cryptisch, Discord, fangroep, fanserver, Instacode, map, melding, mod, DLC, partner, server, giveaway, bio en site. Emus, wat voor koekje heb je vanavond gehad? Hebben we deze week gemist? Ik heb dat niet in beeld gehad. Het was een hele grote driehoek, denk ik. Dat is ik, denk toch? Oh. Ik dacht dat ik voor abrikoos. Abrikoos, ja, abrikoos. Abrikoos of vanavond. Het was abrikoos, volgens mij. Ja, dat was gelijk. Dat is hem. Zo'n driehoek. Zo'n met suiker. Oh, lekker. Ja, zo'n blode deeg. Ja, daar ben je heel drak van, kan ik denken. Dat komt door de suikers. Ja, en de kleurstappen. Kom maar aan, go hard. Schiet ze op, lieverd. Ik heb hem wel super krek voor. Ben ik go hard. Mooi. Prom hem eronder. Oh, nou ging ze me even te ver achteruit. Dan komt die mooie, de goede. Maar ik had hem op ons zwart. Ik wil hem in één keer eronder. Oh, is dat volgen? Ja. Hoe zwaar? Ja, we hebben geen fan. En die kan ook niet aanschaffen. Maar dat is wat ons kan helpen. We moeten eerst geld verdienen. Dit wordt geen map eerst voor de fan, sorry. Zo'n appelflap-achtig ding, Bart. Ja. Ja. Nou, even dus nog één keer. Ja, ik kom maar naar. Rustig. Wat nou, jongen. Ja. Als je ook cosplay doet, dan ga je hem om dat ding in de sloot te stappen met een voorwiel. Dat weet ik niet. Hij moet wel zien waar komen, maar. Kans is groot. Hey, hebben jullie dat ook, dat hier en door wat geflekt is? Ja, maar dat doet hij met die dingers ook, met die rooien doet dat ook. Nee, dat heb ik er helemaal niet over. Ik heb het over dat gras hier, die wal. Dat helemaal die gras hier niet groeit. Klopt. Ja, hoe kan dat? Ja, weet ik niet. Dat is net dat doen we met de dingen. Oh ja. Nou, dat. Hoe kan dit? Hè? Ja, maar hij doet dit ook als je hier thuis komt. Is dit bij jou ook weg? Ja, bij mij is dat ook weg. Ja. Kijk maar, Remus. Ja, ik zie het, ja. Maar ik denk dat het misschien net wel komt met plaatsen van de bio, want dan was ik zo in een hap kou voor. Ja. Oh ja, we moeten weer. Ik voel het gewoon, er moet weer naar je bio komen. Ik denk het was wel. Zou we hem even verzetten misschien? Ja. Bist er met een maaier over? Nee! Nee hoor. Nee. Dit is net dat de wiet echt door West is. Oh. Ja, maar op andere plekken ook word ik het niet verwacht. Hier ook maar zo weer een punt. Klopt. Punt, dat. Is dat omdat ik te veel van het gras overal heen smeer met landschapbeheer?
Nee, nou, toch? Of de koeien vrijden dit ook. Ja, dat... Maar waarom bij mij die berms dan niet, legend? Is dat zo? Bij jou niet? Ja, maar ik rij niet en rechts van mij wel. Nee, ja, precies. Ah, dat is... Nee, het is niet overal. Nee, het is niet overal. Hij zei ook, het is vlekkerig. Het is niet... Het is niet overal zo. Dat is een beetje vreemd. Tieners, lekker slapen, jongen. Dat was een Tieners. Oh, nou reed ik het naar huis toe. Dat was helemaal de bedoeling. Je moest naar en bij me komen. Nee, ik zal het verkopen, ja. Ik moet nog even een rondje in. Kom er zo aan, hè? Ik reed naar huis. Nou, reed maar naar de winkel. Oh, denk er niet van over, hè? Klopt. Wellicht ontsnapt de wasbeer nu de aquazoo in Leeuwarden. Daar. Ja, denk je? Dat is zo ken. Ja. Een keer even met zijn kou, altijd. Eén keer even met zijn kou, altijd even met zijn kou, zeg ik op jou. Kijk. 480, 287 likes. Wat bist u, Muus? Ik ben bijna bij de winkel, maar ik moet dit is hem start. Anders kist er ook wel in heen. Ja, ik wil naar de winkel toe rijden. Ja. En dan kan ik dat bij die door staan. Ja. Maar dit is een rooie, die loopt al verrig ja. Met de pro-stoende. Dat is een mooi idee. Kijk, dan komt er ook een chandeer aan met een kibbes. Oh nee, maar dat is hierachter een kummerskaar of zo. Ik denk dat kak me daar. Kak me daar, ja, misschien. Dat moet eerst heen om naar je kak. Oh, dat kost ook 10 euro. Nee hoor, dit is niet zo'n dure kak. Ja. Het is friskaal. Nee. Maar dit, jongen, die kalk dat in een bak opbrengt, dat is 10% meer opbrengst. Moet je gewoon doen. Ja. Moet je ook niet eens over twijfelen. Niet over twijfelen. Dat komt altijd naar je toe. Ja. De polder is een mooie map, zegt Jasper. Zeker weten. Het stuft hier ook wel bij die kalkboer, denk ik. Hier stonden alleen maar weer de ouders op de hoorn. Ja. Hey, Muus, bist u hier? Ik ben bij die hier. Ja, op weg nou. Ja. Nou, blijf maar staan. Kom maar. Hey, Muus, waar bist u daar? Ja, bij de verkoopstation. Oh, door bist u, door achters. Ja, blijf maar staan, kom goed. Bijna 300 duimpjes, 297. Jazekers. Hij is leeg, hè, Muus? Ja. Breng hem maar terug. Ik riep er maar helemaal naar voor. Ik moet hier mee, hè? Ja, toen maar. Maar ik ging half met gaar in sloot. Oh jee, we gaan weer in de geld al. 2400 euro. Voor al die kalk? 11.000 liter kalk, jongen. Tjonge, jongen, wat geld kill. Alsof er niks is. Verder, als je vuil aan hebt staan in FS en het regent, dan blijft je trekker ook langer schoon. Kom ik daarachter, wisten jullie dat? Ja. Ja, zeker. Even kijken. Trek wel natuurlijk, daar. En alleen schoonere trekkers. Digi staat, 319 liter, hij doet het. Ik ken dat ding om het halen, want ik heb het idee dat het niet uitdraait. Is de bak alweer vol? Ja, die is gewoon nog vol. Dat ding, dat doet niks. Was de titus op 5 cent, nee, Muus? Ken haar, Legend? We hadden dit maar even... Oh ja, even overleggen. Ja, Legend, ken dat even? Ja, ik had hem net al op 2 cent, maar... Ik heb nu op 3 cent. Wie durft hem op 5 te zetten? Ja, doe dat maar even. Ik bied meer, ik bied 10.
15? Oeh, dan doe ik 30. Nee. Dit is cheating. Haar we gewoon niet op één de hele tijd? Ja. Nee. We kunnen de nacht wel deur en dus erin, maar dit is cheating. Oh, nee. Vooralsnog doet speaker zijn PC nog in de duurtest. Mark verder. Oh, jee. Oké. Okay. Oh, update. Ik ga zo meteen een cosplay doen, trouwens. Updates en daten. Ja, nou, kijk, broek. Ja, bedoel ik. Wat zeg, broek? Goed zo, Legend. Goed zo, Legend. Ah, nee, doe hem, de cheat versnelt, dat is niet cheaten. Nee, dat is vervrijd. Hij staat nou op 5. Anders komt dat nooit naar je toe. Gek maken is dat. Maar Legend. Ja. Loop eens bij de bio langs. Hoe voelt dat? Goed. Ja? Dat zeker net. Ik blijf alleen door in de sloot hangen. Oké. Alleen, het is wel een beetje lastig tussendoor manoeuvreren. Hier staat een brander midden op steeg. Alle bleef hangen. Hé, Muus, moet deze brander ook naar voort? Nee, dat is dat ding. Dat hoort erbij. Oh. Ja, die staat toch wel een beetje knullig, hè? Nou. Ja, misschien moet er een bloemke bij. Zou we die bio misschien iets verdraaien? Ja, oh my. Moet ik hem opschrijven hoeveel geld aan hem? Ja, 56. Nou, hij staat niet ideaal, maar dat kunnen we ook even een keer buiten de opnames omdoen. Maar als we nou zo'n pumps en hoses ding, dan kun je die containers en zo apart plaatsen. Ja, ook met zo'n methaanbrander. Ja. Dat bedoelt. Ja. Jongens, willen jullie dit nog gezellig houden of niet? Dat is op zich wel een optie. Ja, en anders pak met die ene waar we snel geld mee verdienen kunnen. Dat is altijd een optie. Maar als we dan die opslagtank. Ja. Best. Die doen we aan de kant erbij. Daar kunnen we met de sleepslang zet. Kunnen we misschien die tank overpompen. Oh ja. Ja, joh. Hier de Obrid ook. Die is met een golfclub. Mijn machine is een kooi maaien hier zo. Ja, dat is. Dat, ik weet niet hoe dat kan, maar dat was niet zo. Nee. Misschien moest hij hem op na één lang. Zal ik het doen? Zal ik mijn gras. Ik ga wel even kijken of er nog wat te doen is, man. Ja, kerst doen wel even maai. Ja, die maaimachine moet even weer terug naar Evenmuus, want dat kan zo niet, hè? Wel mijn lenen en nooit weer terugbrengen. Nee, maar de tuin hier, voor u moet ook naar daar. Oh, maar hij hier wel mee, zo. Ja, Broek, is dat gewoon dat is ook bekend dat dat allemaal lag is met die Pumps & Hoses bio? Want eigenlijk is de Pumps & Hoses zelf ook een lag fabriek, hè? Kill me. Ja. Niet best, man. Van al je lage hoses hem. Wat kwakken we hierin? Geen zorgen. Nee. Gerst. Want we moeten ook als een sodemiddel stroom, ja. 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 Tieners uit 1, supermooie stream, man. Bio, trans uit 1, een beetje kwaliteit, mest leven, zeggen. Oh, we doen. We zien hoe wat bio, trans acties waren. Genereren. Terug. Hij gaat nou niet meer naar die andere toe, hè? Nee, die is weg. Dat vond ik een beetje roer, dat die andere niet zomaar voor ging. Klus daar, om mij. Ja, ik had hem door wel uit de dingen gezet, hè? Wat gebeurde er? Jowe. Doe een euro en zeg, even rustig doen, jongens, geen gecheat, hè? Iedereen drak met ons die cheat er aan. Nou, wat doen we niet aan? Legend. Ja. Moet nog even een half uur loon waken? Nee, geen missies op les van de stream. Nee, ik ben met een rijken spul bezig. Een hartstikke drak. Dat is ook minstens zo belangrijk. Wat ben je aan het doen dan? Kom maar struin. Kom maar struin? Ja.
En wat moet ik nog hem doen dan? Oeh, dit was... Moet ik alvast in mine? Nee. Ja, een gazonje. Oké, okay, geen boosterrondje. Dit wordt een beetje... Hij had hier een beetje moeite met ja, deze hoek. Oh ja. Brrr. Oei, ik blijf hier ook op voor u de achteruit steek. Nou, gaat weer. Ik heb hier nou gerst. Ja, dat heb ik wel op kopen staan. Moeten we dat blijven doen of niet? Ja. Nou, bij hem, putensoort. Kouwe kan je zo een putensoort brengen met... nou, dan moet ik dat even uitzetten. Maar die weet toch niet wat dat doen moet. Ik ben aan mijn jongens, maar dit wil niet mijn. Hoe kan dat? Is nog niet zo. Ach, jonkje. Nee, die mijn dek moet naar beneden. Heb ik naar beneden, lieve schat. En opvangbak moet ook naar beneden. Oh, is dat het? En dan moet aan. Moet heel wat gebeuren, hè? Voor de ja, ik heb het ja, mee gehad. Je bent zomaar geen Pedro Koen. Nou, hier nou gaat er geen geld naar beneden, maar wel de veurroor in de bak. We gaan eens even zien, jongen, of dat zo is. Oh, Pedro weer. Stop me niet meer, niet met cheat. Nee. Nee, dat doen we al heel tijd niet. Is dat nou weer? Nee. Maar hij zet dat in de chat. Of verder had al 250 euro op de Groningen map. Goed bezig, joh. Kijk, nou zakken de soortjes weer. Nou, prima. Ik moet eerlijk zijn, hier die kummers. Hij heeft niet veel nodig. Zit er wel kummers ook in dat ding dan? In die saaie machine? Oh, dat heeft ze gewoon bijkracht natuurlijk. Oh, huh? Wacht even, mijn ledger. Ik was even onder de indruk van wat die trekker hier deed. Die stond al een mortietje stil. Ja, ik zag het. Alsof er een pilden was. Ja. Oh, doe eens er ook aan toe. Al wat pumps en hozes in de buurt. Nee, ik zei, met die cosplay... Ja? Dat geld, dat zakte zo hard, omdat hij kunstmest erbij deed. Ja, ja, kunstmest en soort. Ja. En dat heb ik nou uitgezet. En dat zie je, dat zaad, dat kost alles geen drol. Maar dat kunstmest, dat is hartstikke kruinende duur. Ja, steestig. Steestig, dat is wel real. Ja, nee, maar dat kost geld. Ik vind het wel een beetje een maar misschien denk ik daar. Is het wat aan de donkere kant, jongens, of niet? Ja, moet ik op mijn shaders even aanpassen? Ja, maar ik stoor wel tegen Sunny. Ja, maar dat is wel goed, denk ik ja, wel. Voor mij was het duister natuurlijk. Niks mis met het beeldpijder. Nee, oké. Okay. Nou ja. Nou, omdat die lampen, die Elgato lights die ik hier nou heb, die zit me ook in de ogen te branden. Op het oh, wat zachter. Ik kan hem al uit doen, maar... Hoi! Wat nou, zo duister, hè? En mooi. Moeke Zwalu, die zit er, maar moest kat nog in met hem. Ja. Dit is een levensgevoorlijke mensen. Ik had gisteren ook een redelijk gevolgen missie. Ja? Ja. Ik ben hier thuis met de bosmijler aan de gang. Oh. Ja. Er kwam hier een boer langslopen. Ja, kan je ook trekker in? Ja, ik kan wel trekker in. Kan je daar misschien even helpen, want wij zitten vast. En nee. Ik moet even mijn trekker bij. Toen ben ik op 5406 heb ik gereden. Maar dat was ook een redelijk gevaarlijke missie. Rem maar niet zo best. Oh. En maar al diesel in. En maar al diesel in het einde. Misschien dat ze piept hem, maar kon de rem intrappen, maar er gebeurde helemaal niks. Misschien dat een beetje WD-40 op spoten is, maar. Hoi, kill.
Ik zit met een dilemma. En dat is hem. En wat al deze alleen naar tuin gaan uit. Ja. En nou kunnen we zeggen. Nou kunnen we zeggen, we redden het, hij redde het op. Ja. Hij is al rood, hè? Hij knippert al rood. Hij begint dan een beetje moest op, want dan is het levensgevolg. Het is letterlijk het achterlichtje begint al wat te knippen. Moet ik hem bij die komen met een paar 20 liter vatjes? Even mijn 21 liter vat? En mijn platte karretje. Nou, bij niet won. Hé, die kuilvoer, want dat is nou wel een dingetje. We hadden hier krabben 700.000 in. Er zit nu 483 in. Voor in de kuilvoer blijven. Is dat met voor u met al die bio's? Ja. Denk ik. Er is een hoek uit. Oké. Hoeveel zit er nog in Sisto Legend? Ik wil het niet. 480. Oh, maar dat deed er in 3 weken niet de deur. Nee. Wat zal ik nou doen? Ik zal bijna komen met... Ja, met diesel, maar ik, even liter. Zien. Fuel. Als er minder dan 5% in zit, dan stopt hij. Zegt hij bij Coreplay. Oké. Als ik hier nou 10 van maak, dan houdt het hem maar op, denk ik. Dus dat doe ik niet. Hij stopt wel, jong. Dus laat maar. Wat? Hij stopt wel. Ja, en dan? Nou, en dan gewoon doen we er dan wat bij. Oké. Hoe is het hier? Kuilvoer, 73 kuub. Digistaar, 1000 liter. Nou, mama Zwalu, je moest luisteren. Die terrasaarden, zo moet je zelf maar in de kant zetten. Maar ik ken niet allemaal. Ik heb veel te drak. Ik zal even kijken hoe een kou aan het is. Kom mij dan maar opdragen. Hé, we zien hem maar. Mokke Zwaluw, ben er daar een rol. Oh, dit is de andere. Ja, Mokke Zwaluw, die woont toch niet? Nee. Zo. Nou, druk dan maar even maar aan, erin. Ja. Hé, Maraas? Ja. Grunningshoop. Zon met Via Buzen. En ze deze mega hit te pakken. Of een Poyo Roll. Dit jaar komt er een nieuwe album. Die hiet de tweede. Dit is een koe steekt over. Alsof het niks is. We doen de hek hem dicht. En we genieten van Maraas. Er moet me wat van het hart af. Kom gun van de baankhof. Wie moet een leven met strijden voor het aanswoord. Gewoon mooi zeggen, trots op het dialect. Nuchter als een gunner aan mijn jong, want ik kom hier weg. Dit is gun jong, dit is wat aans. Nou maar de woestijns op tol van nooit de platte haand. Gooi gunners naar de macht, lekker optiepen. Voortblieben Nederlands brood, dat is geen optie. Dit is houd me vuil en dit is wat ik ben. Geef gun gevuil, ik geef het de stem. Dit is gunners hoop, wie geeft gun hoop. Lok je stem, hurt nou aans, is het gunners dood. Komt het in groen nou op me wel weer houdt? Waar het groen het zit ons in het blauw. Het zit in mijn hele levensloop. Dit is groeners hoop, dit is groeners hoop. Wie moet een opstoon? Ons groene blad kookt de lood, ons haren wel stroom. Als de moment omgaan, de kist wel vergeten. Gooi geld voor ons en elke keer de hut aan het been. Met grunnige leven, alles wordt ons opnomen. Mensen die in angst wonen, worden ze van alles beloven. Maar wie grunnig is, denkt dat wie ons stug gedrongen. Wie kent een bult verdroom, zonder hulp te vroegen. Ja jong, nou de schoon is eronder. Elke nooit op ons pad, kreeg de vleer voor zien donder. Dit is grunners hoop, wie geeft hem grun hoop. Lot je stem, hoor nou aas, is het grunners dood. Komt het in grun nou? Wel weer houdt, waar het groen het zit ons in het blauw. Het zit in mijn hele levensloop. Dit is groeners hoop, dit is groeners hoop. Groeners hoop, groeners hoop, groeners hoop.
Jelte zegt, dit is gewoon een Groningse wijkkamer van Friesland. Is dat? Ja, wees je. Ja. Ja. Och, die Wierbuze is ook nog niet zo oud, maar 2 maandjes ouder dan ik. Wat een jonge dinner nog. Ja, absoluut. Bracht mens. En nu? Ja. Voor mij? Je hebt dat cosplay zo aanpast. Ja. Hartstikke goed. Ja. Voor mij? Ja. Ben we nou wel aan het cheat? Wat dan? Er gaat geen soort en geen kummer op. Wel. Kijk. Oh, daar stond er net stil. Ja, hij was omhoog net. Kijk maar eens even in de strings. Ja, ik zie het. Nee. Ja, ik kom bij die. Echt goed. Met soort en kummers. Het leek er net. Ik denk, huh? Hoe dan? Nee. Want het werd wel groen. Komst u bij me met... Soort of met diesel? Want ik heb van alles niks. Nee, diesel dat geen sociaal meer regelen. Dat mocht ik niet meer doen. Oké. Okay. Nee, ik kom. Ik kan ook diesel brengen. Nee, wacht. Ik zet hem even in. Dan doe ik even. Die functie heb ik nog niet gedaan. De pauzeknop. Oh. Ja. Wat brengt ze er graag nou, hè? Dankjewel. Oh. Ja, ik denk helemaal voor de goeie. Ik zei nu de zaal komen. Ja, ik denk ik heb er wel heen gooien, ik krijg weer broodjes. Ik gewoon hem diesel. Hem, bij hem. Ja, dan kan ik bij de man naar huis rijden. Hij moet een tank kopen. Ja. Dus ik moet hem hier gewoon weer inzetten. Oh, dit heb ik nog nooit gedaan. Halverwege een cosplay opholen. Oh, dat wordt nog spannend. Oh, dan kan ik door ook nog niet eens. Waar kan ik tanken, jongens? Wel in de? Nee, hier op een boerderij staat een tank. Oh ja, dan moeten we ook wat inkopen nog, hè? Oh, gaat. Ja, koop maar duurzaam. Ja, mooi, joh. Hé, joh. Neem ze zijn machine met tanken. Ja. Ja. Ik kom binnen. Zou we hier overladen? Ja, gewoon met een kruispunt. Ja. Dan kom ik aan met mijn zakken, zoren en kummers. Wat bist er nou? Ik hoor over de originele adres. Oeh! No. Mag wel ietsje naar achteruit erin. Oh, excuus. Ja, de soortjes komen erin. Nou niet meer. Oh, dan zit die al vol? Nee, doe eens links en rechts. Ja? Troelala. Oh ja. Dit gaat goed. Hesms. Ja. Ik ben nog even met de husky onderweg, jongens, hoor. Hier zit niet zoveel in, maar... Nee, maar ik kan me wel even rijden. En mooi. Dank je. Geen dank, jongen. Riek naar een huis. Ja, ik ook. hier ook hulle hoeken worden ziekenkanten niet. Ja, klopt. Dat vind ik zo door. Ja. En ik had vanavond meer het idee op bepaalde plekken dat er gewoon groen gras lag. He, van wat niet met speeld was. Juist. Of is dat... Nee. Maar deze oprit was toen ook maaid, even een boontje. Ja, en dat is nou ook heel vreemd maaid. Ja, klopt. Is dat omdat het dan een keer maaid wordt of zo? Of ligt dat aan die extra, dat ze kunnen grozen? Want dat hebben wij dus ook. Maar dat is nou weer hoog. En jongens, mensen, kijkers. Wij hadden die koeien door. Ja, wij hadden bij die koeien... Dat hier een paar logen gras af was, hè, die grijze mat. En dat is nu weer hoog. Ja, leg dat maar uit, hè. Wat? Ja.
Hoe vul ik hem nou dan? Waar? De trekker. Oh jee. Nou, dat kan het weten. Dan moet je dat ding andersom erin steken. Hé, hey, maar door veuren op een hoek bij ons terrein, hè? Ja. Ja, we doen niet. Biodiesel tank. Ik weet het niet. Ik doe het. Doet hij het? Niet? Ik weet het niet meer. Ik kan, als ik nu op R druk, dan moet ik de diesel in die grote tank kopen. Ja. Nee. Wanneer ken ik diesel in die tank, in die trekker ta? Ja, maar dat doe ik steeds. Laat mij er eens bij met het verrekken. Voertuigselectie ook aangepast. Ik weet het niet meer. Even een reset nemen, Muus. Even computer in maan en uur. Komt geen melding, hè? Ik ben een slot. Dan zit ik nog vast ook. Ja. Ja, andere kant muren. Ja, probeer. Ja, joh. Silo bijvulden staat hier. Waarom, hè? Oh, staan bij muren in de trekker. Maar toen staat hier naast de dieseltank, hondje. Oh, echt? Ja. Oh, dan moet want ik heb een verrekker nou vol. Diesel. Oh. En dus toch toch een wat normaal jantje. De maljantje? Nou kan ik bijten. Ja. Ja. In en uit staat. Uit en in staat. Hé, Bries, ja. Fix dat. Een bezaard dingetje. Farming is zo sweet. Als nou voor dat ding straks ook een muur klapt, dan kun je het voor naar je met kummens met kriegen. Nou, trek er ook weer twee keer zoveel weer, jongens. Ja. Heeft hem ook hem overspoten of niet? Nee. Oh. Dit is gewoon precisiefarming, hè? Ja, dit is keurig. Ja. Ah, Fims heeft een liter olie over. Zo is het, broek. Het is nou even zoiets van... Ach, dat geeft dan ook wel weer sjeu, jongens. Ja, hoor. Ik weet nog wel, toen die sleepslang stream... Door is gewoon het meeste Noordbrood nog bewijst. Oh. Ik bedoel maar, we gaan door een positieve reactie zo. Ja. Oh, en een abonnees de BND en ja, die ook, maar we bedoelen die allerlaatste op de East Grunning maar nog op les. Oh bedoel. Ja, sorry, ja. Door hem ook nog. Toen het ook zo lekker ging, zeg maar. Nou, we gaan even. Nou moet ik even zien. Dichtstbijzijnde tussenpunt. Eerste tussenpunt, laatste tussenpunt. Zullen we gewoon dichtstbijzijnde tussenpunt weer verder zometeen? Ja, weet ik broek, maar weet je wat het ook is? Ach, ik heb weer geen rambo. Maar ik vind dit eigenlijk nog het ergste, dat het gras allemaal zo raar weg is. Dat vind ik ook nog het meeste zorgwekkende. Ja, ik vind het zo. Dat is wel een dingetje. Ben je jammer? Ja, ik vind het een beetje lelijk. Want
ik maak altijd overal in de dam ook bij een ziekenhuis binnen. Een beetje gras de ting aan. Dan ligt er dan weer een beetje natuurlijk. Maar hier ook, heel de hoeken is gewoon weg. Misschien is er wel bij de volgende opstaat wel weer goed, hè? Weet niet. Ja, broekklap. Frustraties. Best kans dat de volgende keer dat je op een server komt, de volgende dag beter weer goed. Ja, nou, inderdaad. Want we hebben nou heel veel aan het opbouwen, afbreken en weer gras erop zetten en er weer wegpoetsen. En zo ben je heel tijd aan de gang geweest. Dus ken maar zo. Ik ben nog niet kloven om, jongens. Was toen nog Emus die weide voor die koeien nog groot? Nee, dat kon ik nou niet met bezig. Nee. Ik zal nou eens eenmaal play drukken en kijk wat er zegt, wat er doet. Bij de dichtstbijzijnde tussenpunt. Als het goed is, ga daar hier nou weer verder. We gaan kijken, dames en heren. We kunnen ook die tussenpunt even laten zien. Ja, we zitten erbij. Ja. Ja? Ja. No. Plaatje. Het werkt gewoon. Perfect. Nou, toch iets presteert. Er staat hem verder 4-4-4-4-4. Weet je. Broek, ja, nee, klopt. Ja, de afgelopen week hebben we het ook druk op het werk, jongens. Dat wil ik even eerlijk toegeven. We komen ook weinig aan video's toe. We komen ook weinig aan even... Nou ja, we hebben afgelopen week hebben we nog eens even... Gewoon even een keer even farmen zonder de opnameknop. Gewoon even... dat je even een keer broden kan. Maar dat was donderdag. Dat was eigenlijk donderdag, ja. Eerder had ik ook geen... Nee, maar kijk, om dan donderdag orde op te zon gewoon nemen, dan is het... Nou, daar vind ik al niks meer aan, maar dan is het niet geen dure weekje meer. Nee, en het komt veel te laat. Het moet allemaal op stel en sprong. Ja, dat... Nee. Dat niet natuurlijk niet. Dan maar even een beetje relax, want... Nou ja, daar ben ik een week ook wel voor. Dat je soms even relax farmen is ook wel even lekker, jongens, hoor. Want dat weet ik ook wel. Op dit moment in de mechanisatie, in de akkerbouwmechanisatie, is het stervensdruk. Het eerste gras komt eraan. Oh, het is allemaal tegelijk. Bieten. Uien, bieten, eerappels, gras en sleepslang komt allemaal tegelijk. Het is overal zwaar. De omstandigheden zijn uiterst zwaar. Geen mensen. Nee. De korte lontjes, lange dogen. Ja, zo werkt dat. Zo gaat het de laatste tijd. Het is wat, jongens. Nou, loop me dan maar even op deze hurs van als hier. Eén ben je relaxed, man. Ja, gewoon maar mooi op mij. Ja, jongen, ik heb mijn halve kuurbeeld al bijgeverd. Nee, maar dat is toch zo, Pekel? Dat wist u ook wel. Het is druk. Het gebeurd, man. Hé? Zo is het. En dan hebben we een spul nog klaarmaken, GPS nog klaarmaken. En de eerste die begonnen hebben wel een kinderstoring, dit en dat. Dus dat is allemaal, ja. In bedrijfstelden heb ik vrijdagmiddag hoop nog Doorn en Veenhuizen. Behind the jail, we hebben een nieuwe GPS in bedrijfstelden. Ja, nou, moest nog gaan. Dat kost een tijd, jongens. Ah, deze jongen die pakt het heel goed op, eerlijk gezegd. En zaterdagmiddag even contact had. En voor de rest, hij is mooi in het spitten zijn, west met zomergerst. En ik heb hem het hele weekend niet weer. Dan is er een zolder aan de rek, maar dus, kijk. Ja, zo. De toekomst. Nee, maar. Trembel. Nee, hoor. Klagen niet. Maar het is wel hectisch. Dus het is echt hectisch. Nee, maar ik probeer met een loonwagen, die zei ook van. En die moet mij zijn, die moet bieten zijn, die moet uiten zijn. En dat moet allemaal straks. En die in het gras komt eraan. Die moet tegelijk, die hem door de trekkers en de mensen gewoon niet veuren om straks tegelijk iedereen te kunnen bedienen. Hey, zo'n veur is het. Ja, en weet je wat ook het ergste is? Al met al levert het geen kloon op. Want doe moest en als je extra personeel hebt. Ja. Je moet allemaal in één keer, het kost allemaal extra geld, ja, maar vanwege de overuren. Dat en krijg die jong maar eens. Ook. Ja, ook niet. Maar als iedereen, als alle loonwagens allemaal alles bezet hebben, worden onze die jongens weg. Ja, en moet allemaal in de overuren maken van. Ja.
Hier, Broek zegt zelfs ook, bij de junior op het werk hebben ze 3 trekkers erbij gehuurd om al het werk aan te kunnen. Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is zo'n vuurjaar is het. Kijk, er zijn ook vuurjaren, dan is het in maart. Dan ben je alle bieten erin. Ja. Nou, dan heb je ten eerste de bieten erin. Ten tweede, de GPS'en ben al even uit de kast trokken. Ja. Dus door hebben ze al even hun ervaring weer met opgenomen. Dus dan gaat het veel geleidelijker. Maar nou is het nat voorjaar. Eerst moet de zomergerst erin. Ja. Dan de bieten en de uiten. En dan de heerappels en de maïzen. Ja. En dan is het gras. Nou, alles komt op beeld. Alles komt op beeld. Ja, jongen, dit is waar. We gaan ons verzomen op een ploort, jongens. Ja, ik heb mooi kloor. Ik zal de deurskeem leeg gooien. Ik heb mijn best ook maaid hebben, zo. Mooi. Oh, hier is het ook maaid. Ik heb, jongens, stroken maaid. Waar is dat allemaal heen kwaakt? In de silo's? Ja, in de silo. Oké. Okay. Ja, dat moet, je, dat moet geld maken worden. Kool, hè? Bijna. Cool. Ik denk dat ik wel een keeper vol RM heb met al die. Gauw een plak voor de snuffer. Sorry. Wat? Ik vergeet altijd die cam weer terug te zijn. Oh ja. Hey, Beza. Ja, doe ook bedankt. Leerzaam ook, hè? Ja. Dat is ironisch. Sarcastisch bedoel. Nee, geeft niks. We hebben heel wat geleerd van haar met elkaar. Ja, ja. Ik zeg rende maaien terug, jongens, hoor. En hier kunnen we met verder. Ja, dit is weer een leerproces. Ja. Dus, Boeien wat me kennen, jongens, hoor. Ja. Want ik denk eerlijk echt dat ik nog niet zo achterover sta. Ben tevreden ben over de ligging van deze bio. Nee. Maar... En dat meen ik echt. Ik wil denk ik, wat verdraaider. Ja. Ik denk, Legend. Oh, Mark. Was weer een leuke stream. Fijne werkweek gewenst en Eemhuis en de maatschap zijn de allerbeste spierballen. Lichte huidskleur, spierballen, lichte huidskleur. Dat doet me goed, Mark. Doet me goed. Legend, ik denk dat wij dit een beetje moeten verdraaien. Ja. Zodat we deze achterste tank wat meer hier in het parkje draaien. Klopt, ja. En dan gewoon maar we filmen. Hoe gaat het? Ja, maar ik zit dan die... Ach, het beroep door 5 liggen! Oh, Ruud, jongen! Gerry Pekel, Kiani Berends, Lennart de Broeke, Maarten Danneviel en Martijn Moester. Ja. Dankjewel, Broek. En die afving er mooi achteraan. Ah, ja, man. Het is weer aansproken. Tijd van 33. Afgesproken. Jan Komduur, Klaas van der Kooi. Dat ken ik zien. Wietse 1993. Tijsen 33, Jan Komduur, Klaas van der Kooi, Wietse 1993 en Tom Smalen. Ja. Dankjewel, jongens. En alsjeblieft, jongens. Toppers, dankjewel. Echt niet schoon, maar nu blijf ik aan het gaan. Erik Kiwi, Nikolai Bakker, Hans Henk en Kogelman. Wacht. Hard Flying Dutchman. En Ruben Kogelman. Julian Hamsink. Oh. Stelletje boeven. Ja. Pegel. Dankjewel, broek, zegt Pegel. Dat is helemaal niet goed. Is er ook weer iets met R, zeker of niet? Nou, hij is gifted, ja. Ja, maar er is er ook iets met Oh. Oh. Dankjewel, mannen. Dankjewel.
Nee, ik vind het park trouwens. Ik wil het park. Dit is ons parkje. Dat vind ik zo vreselijk leuk ingericht. Ja. Maar we doen het volgende, jongens, van de week heen. Ik gewoon die bio toch even wat verdraaien. Ja. Maar dan zit me een beetje met dat. Dan moeten we eigenlijk deze silo's. Jongen! Dank voor weer gezellige en leerzame biogasstream. Wat museum! Wat doet de 10 achteraan ook nog weer en zegt dank voor weer gezellige en leerzame biogasstream. Miranda Bersma. En Horstede heeft een cadeautje gedaan richting Miranda. Inderdaad, mooi man. Leuk, leuk, leuk. Nou, nogmaals. Als ik hem verdraai, Legend, dan komt die vulbak zo lullig. Ja, klopt. Maar die methaanbrander. Misschien moeten we gewoon even proberen om een andere bio of zo, maar... Maar kan die branden niet ergens anders staan? Nee, dit is één ding. Oh, een stommige. Stom, hè? Ik denk, ze poten dingen bij die boom neer, dan brandt die boom ook mooi dood. We zullen hier ons nog wel even over kroken van de week. Ja. Maar reken maar, jongens, dat het hectisch wordt, hè? Ja, dat is het. Nee, ik bedoel met die. Nou, er worden met 10 biogasinstallaties. Oh, zo. Legend, dus doe die standaard 56779. Ja, we dus mogen hem opschrijven. Straks wel, Emma. We doen even een screenshot van de huidige. Stand van zaken. Stand van de financiële. En ook de. Ja. Pascal, doe nog even superchat! Superchat! Oh nee! Superchat! Niet is na een rondje gedaan. Komt-ie, Pascal, dankjewel. Len, Stream Elements, Stelling Unema, Daniel Koesens, Brel, Nekdenek, de JL Petter, Stream Elements. JL Petter, bedankt weer, mannen, was weer leuk. Wesley Maus, daarom gebruik gewoon niet die punts en hoses even, Muus. En Mark, Julian Ruben. Mark, Julian Ruben, Marco, Hielke, Nick, Luit, Jan, Koosja, zegt Gerry Pekel. En de nachtburgemeester Kenneth, Nick, Voegje, Charles, Gerda, Wem, Marco. Hey, Muus, kun je zien, maar met een kleine zonnature doneren, 10 euro. En zegt... Hierbij een donatie voor Co-Shotten. Enkel te besteden aan producten van ons. Legend! Superchat! Superchat! Oh, Petter de La Jo. Of vind ik dit Petter de La Jo? Oh, ik hiel hem. En Pascal niet. En Bux. Laat hem aan de Geert Spelman. Superchat! Denk om de dokter op te drukken. Denk om erop te drukken. Dankjewel, jongens. Roel, Bjorn Postel, Roy en Moekaams Henk zitten gewoon nog te kijken. Lennart ten Broeke doet een superchat. En Wim doet ook superchat. Randy zegt superchat. Wim dus zegt allemaal superchat. Dirkie, Luc Dubalzak. Hype Hype. Vogel, Johnny Boy. Is er een mod dat je een mod hebt in een pen en de bio opbouwt? Hetzelfde manier als die van de Tanshozen? Geen idee. Er is een mod dat je in een module zit van de... Oké. Okay. Ja, dat zal hij ook weer lijken misschien, dat weet ik niet. Christian de Jelle, de speaker, Vincent en Dikke Proors. Dat dan wel. Nou, we buigen ons hier nog helemaal over. Maar net wat ik zeg, de bedoeling was namelijk heel goed aan het begin van de stream. Wij wilden niet die cheat biogas gebruiken. Daardoor begon het met. Ja. Hadden we dat gedachte, maar nooit... En aha. Toen dit, en toen dat. Ja. En lek, en stadden, en... Oh, die ja. Lek niet, zijn jack? Nee? Problems. Lek, zijn jack. Mooi bultje, welke is dat dan, Jack en Pux? Willen jullie mij daar even een berichtje over doen via Instagram? Instagram/Eepmuus. Doe mij even een privéberichtje. En laat mij even weten wat je dan bedoelt. Want dan ben ik wel voor te... Maar dan kunnen we het een beetje leuk heen zetten. Want wat ik wel efficiënt vind, is die vulbak eigenlijk een beetje nou, aan het begin van de sleufsilo te hebben. Dat we dat, nou ja, het scheelt heen en weer rijden. Ja, maar kan hij hier niet een beetje meer heen dan? Ja, ja. Dit hele ding is één ding. Dus dat of je moet hem wegdraaien. Oh. Want deze bak heb ik geen invloed op hoe die, op, bij dat vat staat. Oh, och. Dat is één ding. Oh jeetje. Maar
Het is nou wel even zo. Ik bedoel, hè, er gewoon een hoge twee bakjes kuil in. Ja. Toch? Ja. Ja. En dan moet hij hem verwerken. Ja. Maar gewoon nou echt niet constant aan het jagen. Dus kunnen we misschien ook gewoon zeggen van, we zetten hem hier bij het veldje bij de kazen neer. De bio? Ja. We dat we gewoon, nou maar ook gewoon... kan je, dan komt vraag 2, kan je met de keeper dit vullen? Dat zal wel niet. Nou, dat moeten we wel weten, anders heeft dat ook weer geen zin. Dan moeten we met Lurzen Bakker in. Oh, ja, 300 meter, hè? Nee, dat... Jawel, wel. Wie zei dat ook alweer? Dat komt niet uit, hoor. Pascal! Doe de Superchat! 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 Gewoon de biomadder inzetten in plaats van de aangepaste versie is niet zo groot. Ja, je kan met de keeper... Oh, sorry. Pascal, ja, wij hebben die. Alleen die is aangepast. Die kunnen natuurlijk gewoon weer origineel doen. Ja, de originele kan ook, hè. Die, ja, ja dan moet je gewoon diegene updaten, hè. Dan wordt die weer net zoals origineel. Ik wist nog wel, heb ik een keer dood per ongeluk. Ja. Nou, Pascal, we kunnen daar... Dat heb ik volgens mij nog wel. Ja, maar één updateje en het is klaar, hoor. Ja. Oké. Okay. Broek zegt, ja, je kan met de keeper vullen. Nou, dan kunnen we ook de bio doorheen zetten. En dan maken we hier een mooi groter parkje van. Ja. Nou, dat is ook een idee, Legend. Ja. Ah, dank je. Doen we die hier achter de loodsen? Ja. En we die lawaai ook niet allemaal worden. Nee. Precies. Hier mooi een beetje hier een beetje in de ogen. Ja, dan moeten we wel aan denken. Met die airbikers. Die moet niet begonnen te ruiken natuurlijk. Nee, en die moet niet in de schaduw staan. Nee. Donders, we hebben ook al een kraneer bij je. Ja. Ren nou al? Ja. Oh, ja, maar 160 liter. Dit is lucratiever dan Blomkes, hè? Ja, dat denk ik wel. Ja, dit levert meer dan Blomkes. Nou. Maar het is inmiddels van af voor. Ja, genoeg om over noord te denken, jongens. Wat zeggen? Eerst wel die boom weghalen, ja. Verschillende volumes van Labrador. Je kan even met elkaar met loopband of muis. Oké, okay. Puks. En anders Jack Konings, stuur me even een bericht. Jullie weten me te vinden. Ja hoor. Dan hebben we altijd even wat ideeën. Nou, goed man. Ko, wat bist, joh? Ja, ik... Wat ben jij? Wij komen alleen bij jou. Wat bist? Ja, ik zal niet bij de bio. Bak. Zijn dat ding maar even uit. Dat ding dat kost ons alleen maar deactiveren. Oh, ik hoor hem nog steeds. Ja, dat ben je erbij keer doen, maar het is mooi rustig, hè? Hij is al stil. Ja, hij is nou stil. Puks! Superchat! Superchat! Zoals jij zegt, Emus, gewoon proberen. Plan het. Ik plan het. Van de week gewoon wat ermee plan. Helemaal goed. Puks, zo noem het. Hypes in de chat nogmaals. Helemaal goed, jongens. André Haak die zegt, ik zorg die boom alleen maar. Met Biel zeker. Haak. Ja, haak. Jongens, hold me op. Genoeg over noord te denken. Hartstikke goed. Legend, was nog wat zeggen. Ja, iedereen bedankt voor de enorme positieve belangstelling. We hadden over de 500 kijkers. We hebben 339 duimpjes tot nu toe. 340. Volgens mij ja. Moet dat er wel wat meer worden kennen nog, maar tot de volgende keer en bedankt allemaal. Sjans. Ik wil iedereen weer super bedanken voor deze hele fijne livestream. Mensen voorzichtig aan en tot volgende week zondag. Zo is het. Buiten die 340 likes hebben we er ook 16 nieuwe leden bij. Waarvan ook dank natuurlijk al die gifters en dergelijke. En superchats en opgeteld dit en dat. Jongens, hartstikke mooi. Dank jullie wel. We holden maar op. Komende week. Ik zie wel wat er komt. Ik wil ook graag even een keer even zien hoe het met Reepmuus is. Dat is ook alweer een paar weken terug. Dus nou ja, we hebben van alles nog wel in de kap. Dus wat wel leuk. Mensen, bedankt voor vanavond. En sowieso. En volgende week hebben we China, dacht ik. Maar dat is allemaal smurks. Allemaal dikke prima. Dus kunnen we volgende week zondagavond gewoon weer live. Mensen, bedankt voor alles. En tot de volgende week. Mooi. Voor de wienjaars.